gegevens. Bijzonder welkom aan de minister voor Rechtsbescherming. Ik zou willen voorstellen 4 minuten per fractie, 2 interrupties in tweeën. Kunnen we het daarmee redden? Ik zie non-verbaal dat u dat vindt. Dan gaan we gelijk van start en dan geef ik als eerste het woord aan de heer Van Gent van de fractie van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn ruim een jaar na de invoering van de UAVG. Ook een jaar na dat mijn voorganger en fractiegenoot Sven Koopmans zijn initiatiefnota heeft ingediend onder onderlinge privacy. En dit zijn ook de 2 onderwerpen die ik graag aan de orde wil brengen in dit overleg. Nou, om over het laatste te beginnen. We waren blij dat de minister zeer onlangs met een brief is gekomen in reactie op de initiatiefnota van de heer Koopmans. Bescherming van de horizontale privacy. En daar lezen we onder andere dat er een voorstel gaat komen over de strafbaarstelling van wraakporno. Nou, daar zijn we heel blij mee. Maar om toch een kritische noot te kraken, we hadden ook op andere onderdelen toch wat meer actie verwacht. Er worden wel een aantal onderzoeken aangekondigd. Maar op een aantal onderdelen, om bijvoorbeeld te noemen, dat de rechter bijvoorbeeld met een spoedprocedure schadelijke contacts van internet kan verwijderen. Want vaak duurt dat vaak wel 6 weken. Daar verwachten we eigenlijk ook wel van het kabinet wat. Hetzelfde geldt voor slachtofferhulp. Uiteraard is er vaak hele adequate psychologische hulp. Maar juist als het gaat om het stoppen van beelden van publicatie van beelden op internet, is er vaak ook wel wat technische hulp zou ook heel help welkom zijn. Hè. Dat gaat toch om expertise die heel veel burgers ook niet hebben. En dat geldt ook om bijvoorbeeld maatregelen die misschien wel te nemen zijn tegen de verkoop van allerlei materiaal waarmee je kunt spioneren. Dat geldt zowel voor software als hardware. Dus daar zouden we graag ook nog actie van de minister onder zien. En de vraag aan de minister is, komt daar actie op? En wil de minister misschien ook anders overwegen om met een verzamelwet horizontale privacy te komen? Misschien is dat ook wel een goede aanpak in deze. Dan de AVG. Nou, laten we stellen, voorgesteld, dat we in ieder geval kunnen constateren dat de inwerking van AVG tot heel veel bewustwording over privacy en beheer van persoonsgegevens heeft geleid. En dat juichen we ook heel erg toe. Maar wij lezen ook heel veel reacties in de media en ook heel veel hebben zich tot ons gewend. Ik neem aan dat mijn collega's ook die ervaring hebben, waarin we toch nog wel allerlei problemen zien. Het geeft toch een beetje de indruk dat zowel private als publieke partijen toch een zekere angst hebben. De AVG-angst heb ik al ergens gelezen. AVG-koorts, dat is ook een term die gebruikt is, voor de boetes en ook de reputatieschade. Misschien is dat vaak nog wel veel problematischer dan een boete. En we lezen bijvoorbeeld ook dat overheidsdiensten zelf klaarblijkelijk niet altijd meer gegevens kunnen uitwisselen, wat toch tot problemen leidt in de fraudebestrijding, criminaliteitbestrijding, maar ook in de dienstverlening in het algemene zin. Nu schrijft de minister in zijn evaluatie, en dat zijn geluiden die we ook weer bij de AP horen, is dat ook heel veel nog voortkomt uit onwetendheid en dat er vaak veel meer mogelijk is dan gedacht wordt. Nou, dat kan zo zijn, maar ik wil toch 1 voorbeeld noemen uit de vele voorbeelden die ons bereikt hebben, dat er misschien toch wel her en der wel eens wat meer aan de hand is. En dat gaat over het Integraal Kankercentrum Nederland. Die doen al 30 jaar, verzamelen die patiëntgegevens, zowel voor ter behoeve van onderzoek en van preventie. Nou, zijn ze in contact gekomen met de AP over het feit of ze die gegevens kunnen verzamelen, onder welke condities. En dat heeft tot een hele briefwisseling geleid, waarbij aan de ene kant wel wordt gezegd van het gaat om wetenschap en daar gelden natuurlijk weer aparte normen voor. De gegevens zijn ook anoniem, maar desondanks zegt bijvoorbeeld dan het AP, je zou er toch toestemming voor alle patiënten moeten vragen. En ik kan me wel voorstellen dat dat toch heel lastig is. Dus met andere woorden, deze casus laat toch wel zien dat we misschien toch wel af en toe doordraven of dat er een zekere AVG-verkramping misschien wel sprake is. Nou, wat de VVD betreft willen wij ten aanzien van de AVG de volgende uitgangspunten hanteren. En ik ben ook nieuwsgierig hoe de minister daarnaar kijkt. U moet wel heel kort met uw uitgangspunten zijn, want u bent vrijwel door uw tijd heen. Dat is dat de wet een levend document is waar voortdurend gewerkt aan zou moeten worden. Ten tweede dat de AVG toch als doel heeft het vrije verkeer van data met inachtneming van de bescherming van de persoonsgegevens. Maar het vrije verkeer van data staat voorop. En dat de AVG in onze optiek ook niet een mag-niet-wet moet zijn, maar dat er voortdurend een belangenafweging zou moeten worden gemaakt tussen de risicobeheersing van privacy-schendingen en andere maatschappelijke belangen, zoals veiligheid en volksgezondheid. En om als tenslotte, voorzitter,
Wij zien ook dat de AP een hele centrale positie inneemt. Dat is natuurlijk ook deels voortgeschreven in de wet. Maar dat ze een veelvoud van rollen vervult. Voorlichter, toezichthouder, beoordelaar van klachten en ook handhaver. En het is ook logisch dat de AP dan ook heeft gepleit voor een vergroting van de capaciteit. Dat lijkt me ook van belang in deze. Maar het lijkt me wel heel goed, ter afsluiting, dat als er een verplichte evaluatie van de AVG wordt uitgevoerd in mei 2020, dat daarbij ook de rol en de positie van de AP wordt meegenomen. Dank u, meneer Van Gent. Dan geef ik het woord aan mevrouw Buitenweg van de fractie van GroenLinks. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter, ik ben wat complimenteuzer dan mijn voorganger. Ik wil de minister heel hartelijk danken voor zijn brief van 7 juni. Ik vind dat hij daarin een visie liet zien. Bij vlagen zelfs een hele liberale visie. En dat zien we niet vaak, dus ik zou zeggen echt hartelijke complimenten daarvoor. In die brief maakt de minister onder andere duidelijk dat privacy niet strijdig is met veiligheid, maar ook voorwaardelijk daaraan kan zijn. Dat privacy belangrijk is om je als mens te ontwikkelen zoals je zelf wil, met een eigen identiteit en in relatie tot anderen. En natuurlijk dat privacy ook niet heilig is, want het is niet onbegrensd. Inbreuken kunnen, mits noodzakelijk, proportioneel en effectief. Maar voldoende privacy is wel essentieel voor mensen in een goed functionerende democratische rechtsstaat. Heer, heer, zou ik willen zeggen. Ik vind het wel opvallend dat we deze wijze woorden horen in een brief over horizontale privacy. Dus over de privacy tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijven. Want ik heb het veel minder gehoord toen we beslissingen namen bijvoorbeeld over een PNR-systeem, waarbij gegevens van vliegtuigpassagiers langdurig worden opgeslagen. Of bij het systeem dat de overheid hanteert om fraude op te sporen, het systeem risico-indicatie, het SIRI-systeem. Deze dagen voert de FNV samen met de bewoners uit de Rotterdamse wijken Hillesluis en Bloemhof actie tegen SIRI. En ik citeer een van de organisatoren. Het SIRI is dus een systeem, ja, een algoritmesysteem. En daarbij zegt een van de organisatoren zegt: bewoners worden bij voorbaat gewantrouwd op basis van algoritmen die hun beoordelen met een verhoogde kans op fraude. Waarvan en waarom, dat wordt niet duidelijk. En vindt de minister niet ook dat inzichtelijk moet zijn waarom bepaalde adressen als hoogrisicoadressen worden aangemerkt? En terecht zegt de minister dat hij de mogelijkheden voor collectieve actie wil verbeteren. Ook dat vind ik echt een goed punt in de brief. Maar hoort daar ook niet bij dat dan sprake moet zijn van openbaarheid van algoritmes, of in ieder geval van de mogelijkheid dat de algoritmes beoordeeld worden door iemand? En voorzitter, het beoordelen van een verhoogde kans op fraude. Zou een bank dat mogen doen, nu we het hebben over horizontale privacy? Zou het mensen die in bepaalde postcodes wonen extra mogen checken zonder duidelijk te maken waarom het juist om deze mensen uit deze gebieden gaat? En de minister wil niet dat mensen op basis van een bepaald profiel van producten of diensten worden uitgesloten of daarvoor hogere prijzen moeten betalen. Maar mag je wel een grotere verantwoording van hun financiële positie vragen op basis van hun profiel en de toegang dus wel bemoeilijken? Dat hoor ik graag. Over de evaluatie van de AVG, daar valt veel over te zeggen. Ik wil eigenlijk één punt eruit halen en dat is over van de kinderen onder de 16 jaar. De Tweede Kamer heeft vorig jaar besloten dat kinderen tot 16 jaar aan hun ouders toestemming moeten vragen voor het online gebruik maken van persoonsgegevens. Voor het online gebruik van hun persoonsgegevens. Wij wilden het eigenlijk verlagen naar 13, daar is toen niet toe besloten. En de minister zegt, ja, om te kijken of we toch nog het gaan verlagen naar 13, dat is een keuze die nog boven de markt hangt en hij wil om een goede afweging te maken relevante stakeholders daarbij betrekken. En nou is mijn vraag heel simpel. Vindt de minister de groep 13 tot 16-jarigen, vindt hij die relevante stakeholders? En zo ja, hoe wil hij hen daar dan bij betrekken? Ten slotte, de autoriteit persoonsgegevens die heeft veel werk op zijn bordje. En we kennen allemaal het rapport van AIF van een paar jaar geleden, waarin 3 verschillende mogelijke ontwikkelingen werden beschreven en de daarbij passende budgetten. En klopt het, zou ik de minister willen vragen, dat met de ongeveer 10.000 telefonische verzoeken om informatie, rond de 26.000 klachten, 24.000 datalekken enzovoort enzovoort, de vraag naar optreden van de autoriteit persoonsgegevens op dit moment hoger is dan in het hoogste scenario? En wat voor consequenties verbindt de minister daar dan aan? Ben ik aan het einde gekomen, voorzitter? Even nog 1 seconde.
Ik wil wel iets ruimte geven, want dat heb ik bij je voorganger ook gedaan. En ik ben niet met zo heel veel. Dus. Nou, ik wil eigenlijk alleen vragen over die smart cities. Daarbij heb ik begrepen dat er ook een code digitaal bestuur gaat komen. Dat vind ik heel goed. Staan daar ook dan uitgangspunten in, zoals dat mensen moeten weten wat voor informatie over hun verzameld wordt? Bijvoorbeeld bij dat wifi-tracking, want ik herinner mij dat op vragen die ik heb gesteld aan de minister, hij eigenlijk zei dat hij daar weinig informatie over had. Maar feit is dat burgers zelf daar ook weinig informatie over hebben. En als zij zich moeten kunnen verweren en iets niet willen, moeten ze wel weten dat iets wel gebeurt. Dus op welke wijze wil de minister bevorderen dat burgers wel echt goed op de hoogte zijn van de informatie die door over hun verzameld wordt, ook via dat wifi-tracking. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van Nispen van de fractie van de SP. Dank u wel, voorzitter. En iedere jaren begonnen we dan zo'n debat over de bescherming van persoonsgegevens met de opmerking: data is het nieuwe goud. Maar dat is eigenlijk alweer een achterhaalde uitspraak, want data is natuurlijk nog steeds goud. Het is alleen niet zo nieuw meer. Hè. We weten dit allemaal. De persoonlijke gegevens van mensen die worden met de dag belangrijker. En de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, die is inmiddels een jaar in werking. De inwerkingtreding die kon rekenen op veel aandacht voor de privacy. En het belang van zorgvuldig omgang met persoonsgegevens stond hoog op de agenda. En dat is echt allemaal winst. Ik ben dat eens met de minister. En de verwachting was ook dat de AVG tot veel vragen zou leiden. En dat blijkt een terechte verwachting te zijn geweest. Maar sterker nog, die AVG die heeft heel veel vragen, zorgen en zelfs ook lichte paniek opgeleverd. En nu schrijft de minister: vaak is er meer ruimte dan wordt aangenomen. Dan is toch de vraag, hoe kan dat? Waarom zijn hier nou zoveel misstanden ontstaan en waarom zijn die niet voorkomen? Over kerkdiensten, over schoolfoto's, noem het allemaal maar op. En hoe kijkt de minister hier nou op terug? Hebben we dit allemaal goed aangepakt? En nog steeds leven er heel veel vragen. De behoefte aan goede voorlichting is er nog steeds volop. En lukt het de autoriteit persoonsgegevens deze taak te vervullen, loopt zij daarbij tegen grenzen aan? Het is nu medio 2019 en we kregen een brief dat medio 2019 een webportaal de privacywijzer gereed zou zijn. Dat klinkt goed, maar dan is toch mijn vraag, wanneer is dat dan? En hoe verhoudt dit zich nou precies tot de autoriteit persoonsgegevens? Want dat werd mij niet helemaal duidelijk. Ik wil aansluiten bij de vragen die mevrouw Buitenweg al stelde over de capaciteit. Er is ontzettend veel op de autoriteit persoonsgegevens afgekomen het afgelopen jaar. Die autoriteit die moet natuurlijk een privacywaakhond met tanden zijn. En we hebben samen met D66 heeft de SP eerder een motie ingediend over de capaciteit en middelen van de autoriteit persoonsgegevens in relatie tot haar extra taken en bevoegdheden. Daarom de vraag aan de minister: is het voldoende? Kan de autoriteit wel de privacywaakhond zijn die wij vragen? En volgens mij moet het eerlijke antwoord zijn dat dat niet het geval is. Meneer Van Nispen, voor u verder gaat, er is een interruptie voor u van de heer Van Gent. Bent u ook, voorzitter, ik wil graag aan mijn collega van de SP vragen of die ook van mening is, net zoals de VVD, dat als er dan sprake nog over een uitbreiding van de capaciteit, waar sprake is, dat die dan ook vooral moet worden ingezet voor de voorlichting, omdat daar klaarblijkelijk, dat constateerde u ook, dat daar de grootste jaten nog liggen. Meneer Van Nispen. Ik denk dat allebei ontzettend belangrijk is. Ik heb geconstateerd dat de autoriteit heel goed en heel belangrijk werk doet. Zowel, zeker ook het eerste jaar, is er natuurlijk ongelooflijk veel voorlichting nodig. Ik denk dat ik zelfs liever had gezien dat er nog meer mogelijk was geweest. Dat had misschien wat gedoe mogelijk zelfs voorkomen. Dus ja, dat vind ik dus wel. Ik vind aan de andere kant, we zijn nu meer dan een jaar onderweg. En ik vind niet dat we van de autoriteit persoonsgegevens moeten vragen om vooral niet te handhaven. En ik denk dat bij evidente schendingen van privacy, dat er wel degelijk belangrijk is dat met name ook de grote bedrijven, dat die duidelijkheid krijgen dat sancties, dat er bij overtredingen, dat er dan ook sancties kunnen en ook zeker moeten volgen. En ik constateer gewoon dat de autoriteit persoonsgegevens nog niet, dat wij die hier nog niet de slagkracht hebben gegeven waarvan ik denk dat die wel nodig is. Meneer Van Gent. Nou, in aansluiting op mijn vorige vraag. Nee, het is duidelijk als het gaat ook om verwarring, onbekendheid. En dat is ook niet bij de grote bedrijven. Maar bij de MKB, en ik wil graag weten hoe mijn collega erover denkt, daar zie je toch vaak ook, het kost enorm veel administratieve belasting om bedrijven privacyproof te maken. Er is ook heel veel verwarring over, bijvoorbeeld als het gaat om gegevens over zieke werknemers. Zou daar toch niet een ondersteunende rol van het AP heel welkom zijn? In ieder geval voor branchevereniging. Het gaat natuurlijk niet voor alle individuele bedrijven. Maar juist bij de MKB, die volgens mij vaak ook zeer van goede wil is. Ik kost natuurlijk best wel veel moeite. En ik heb het niet bij de Googles of de grote bedrijven, maar juist bij de MKB. Meneer Van Nispen. Ik heb inderdaad geen medelijden met de grote jongens, met de Googles en de Facebooks. Daarvan mag het wat mij betreft harder op. Maar weet u, het punt is, ik ga daar niet over. Het is de autoriteit persoonsgegevens, die is onafhankelijk. Ik wil u wel sympathie uitspreken voor het MKB. Ik heb daar zo ook nog een concrete casus over, net zoals u dat had op het medische vlak.
Maar ik vind juist ook voor bijvoorbeeld de kleine ondernemer is die voorlichtende taak natuurlijk evident belangrijker dan dat je bij een eerste overtreding een sanctie oplegt. Dus volgens mij kun je heel veel wegnemen door goede voorlichting te geven. En als dan duidelijk is dat de wetgeving is zoals die is en dat we bepaalde knelpunten die we benoemen hier, die proberen we nog aan te passen. Maar als die willens en wetens worden overtreden, ja, dan kun je niet zeggen we sanctioneren niet, want dan ben je niet geloofwaardig. We moeten zorgen dat de wet op orde is. Die kan beter volgens mij. We moeten zorgen dat de voorlichting perfect is. Daar heeft u een terecht punt. Maar ja, dan moeten sancties ook kunnen volgen. En ik constateer wel dat die scenario's inderdaad, waar het gaat om de autoriteit persoonsgegevens, ja, die worden gewoon niet gehaald. En de minister die komt wel met extra geld. Maar het is heel vervelend om te zeggen, maar dat is niet voldoende. De reële cijfers die laten nu gewoon zien dat het budget nu gewoon te krap is. 2018, eerste helft 2019. En de investering van de minister die is onvoldoende om beheers toe te groeien naar wat eigenlijk nodig zou zijn. Voor dit jaar is er gewoon nog een gat van 3,5 miljoen euro. En ja, de vraag die ik aan de minister wil stellen is of hij dit weet en wat hij hiermee gaat doen en of hij die scenario's die ja, mede op zijn verzoek en op verzoek van de autoriteit persoonsgegevens zijn gemaakt, of de minister die ook serieus neemt en gaat naleven. Meneer Van Nispen, ik heb sterk het gevoel dat u verder bent gegaan met uw betoog. Zie ik dat goed? Ik moet bekennen, voorzitter, dat u mij goed kent. Dat klopt inderdaad. Dank u. Kortom, de vraag aan de minister. We moeten toegroeien naar die sterkte die objectief is vastgesteld door die scenario's. Dus of de minister kan hier vandaag zeggen, nou, ik geloof die scenario's niet, dus ik doe dat niet. Of de minister moet zeggen wat dan het groeipad is daar wel naartoe. Dat hoor ik graag van de minister. De minister schrijft in zijn visie dat er een haalbaarheidsstudie komt naar een snelle, laagdrempelige procedure om privacy schendingen op internet snel te beëindigen en slachtoffers beter te ondersteunen. Ik heb hier eerder een motie op ingediend. Het is heel goed dat er nu wordt gezegd, daar gaan we mee aan de slag, maar waarom moet dit zo lang duren, is dan toch de vriendelijke vraag aan de minister. Waarom nu pas een haalbaarheidsstudie en nog geen concrete maatregelen? Wat dat betreft ben ik het wel eens met de VVD, er worden wel vooral heel erg veel onderzoeken aangekondigd allemaal. Bij de behandeling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hier in de Kamer vroeg ik aandacht voor artikel 30 lid 5 dat de registerplicht regelt. En ik vroeg toen of het echt nodig was voor alle bedrijven om aan de registerplicht te voldoen, ook het MKB. Want wat is nou eigenlijk het nut van een register van de slager om de hoek als het gaat om 30 mensen in zijn buurt die vlees bestellen voor de barbecue in de zomer of om het bijhouden van een salarisadministratie voor zijn 5 personeelsleden? Moet dat nou echt allemaal? Het gaat dus om niet risicovolle verwerkingen, laat dat duidelijk zijn. De minister wilde daar toen weinig mee en nou horen wij toch van ondernemers, met name het MKB, dat dit wel tot problemen leidt. Het is een voorbeeld, maar dit soort dingen die leiden gewoon tot problemen. Is de minister bereid dit punt mee te nemen in de evaluatie en gevonden knelpunten ook in EU-verband te bespreken, omdat het mogelijk tot bijstelling van die verordening moet leiden? De criminaliteitsbestrijding die draait natuurlijk om informatiepositie en gegevensdeling. Maar te vaak horen wij klachten wat er allemaal niet kan en niet zou mogen. Maar van de andere kant van de autoriteit persoonsgegevens, of nu bijvoorbeeld ook weer de brief van de minister, dan lezen wij dat het eigenlijk allemaal wel mee lijkt te vallen. Ondernemers die een zwarte lijst willen maken om elkaar voor fraudeurs te waarschuwen, dat mag best volgens de minister, mits zorgvuldig. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor alle betrokken partijen bij de georganiseerde criminaliteitsbestrijding. Burgemeesters, politie, openbaar ministerie, FIOD. De bescherming van de persoonsgegevens hoeft die aanpak niet in de weg te zitten, dat horen we steeds. Maar ik begin mij wel af te vragen welke taak zien beide ministers hier nu echt voor zichzelf. Laten wij het aan de bedrijven over om elkaar te waarschuwen voor fraude. Laten we het aan de gemeentes over. Sorry? Tot slot, was ik aan het zeggen. Oké, laten we het aan de gemeentes over die aanpak. Wat mogen we wel en niet delen bij de georganiseerde criminaliteit? Kijk, de SP ziet dit echt als een overheidstaak om slachtoffers te beschermen. Dat is natuurlijk een nationaal belang. En daarom doe ik hier een dringend beroep op de minister om hierover nadrukkelijker mee te gaan denken. Zowel met de ondernemers die zo'n fraudepreventielijst willen maken, als met de gemeentes die tegen knelpunten aanlopen in de praktijk. Wat kan, wat mag, wat vinden wij met elkaar wenselijk? En dan het punt van de wifi-tracking, voorzitter. Dat hoop ik dat een collega van me meeneemt. En anders kan de minister daar misschien toch op reageren. Ja. Ik stel voor dat verwachtingsvol naar de heer Van Dam kijken. Dat is sowieso altijd een goed idee. Ik geef het woord aan de heer Van Dam van het CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn nu ruim een jaar bezig met de AVG. En ook in mijn kring heb ik veel bezorgde geluiden gehoord over de afkondigingen die niet meer van de kansel gedaan konden worden. En de sportverenigingen die onder een enorm administratief juk moesten gaan buigen en noem het allemaal maar op. Ik heb het stuk gelezen over met een kanon op een mug schieten.
Maar we moeten toch ook heel reëel zijn. Misschien moeten we ook, natuurlijk zijn dat problemen, dat zijn zaken die zich moeten ontwikkelen. Maar tegelijkertijd is toch wel mijn afdronk dat we, als we dat vergelijken met bijvoorbeeld Amerika of dat soort omgevingen, of China, dat we toch met z'n allen gezegend zijn dat wij in Europa die AVG hebben. En dat in de afweging van alle belangen we er met z'n allen misschien toch echt wel aan toe waren, dat die privacy wat pregnanter ook in beeld kwam. En ik wil niet zeggen dat daarmee heel veel problemen niet zijn opgelost, maar ik denk toch dat het statement moet zijn. En misschien is wel het beste bewijs daarvan dat wij hier vandaag een AO doen over privacy zonder dat D66 aanwezig is. Dat is toch bijzonder? Dat mag in de annalen. Want wat is hier aan de hand? Ik dacht, kunnen wij wel beginnen? Maar dat is de situatie. Dus ik wil maar zeggen, natuurlijk, er zijn heel veel problemen te overwinnen, maar er is ook heel veel winst behaald. En ik denk dat we zowel in de richting van de autoriteit persoonsgegevens, maar ook in de richting van al die mensen in bedrijven, in vrijwilligersorganisaties, in weet ik wat niet allemaal, die dit opgepakt hebben, dat met deze AVG, dat we echt een slag beter zijn, een slag dieper zijn gegaan. En dit onderwerp, onder de vorige wet stond het misschien ook in de wet, maar we zijn het gaan doen. En dat leidt tot ongemak, maar dat is toch wel iets wat we moeten constateren met elkaar. Ik heb 3 punten in de 10 minuten die mij volgens mij gegeven is om naar voren te brengen. En dat zijn de volgende dingen. In de eerste plaats wil ik van de minister weten hoe hij aankijkt tegen een brief van GGZ Nederland. Die uitdrukkelijk vragen om een wettelijke basis om, als het gaat om het delen van informatie vanuit de forensische zorg, om die bijvoorbeeld met de politie en anderen te delen, om dat voor elkaar te krijgen. Dat is nu allemaal per geval bekeken. Ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat de minister daar recent ook wel wat debatten over heeft gevoerd. Maar ik vind dat heel erg belangrijk. En ik weet dat er ook een wetsvoorstel aankomt over gegevensdeling als het gaat om strafrecht en andere dingen. Maar volgens mij ziet die wet niet primair op dit onderwerp. En het maatschappelijk belang voor dit onderwerp is zeer groot. Daar hoeven we elkaar niks over te vertellen. Een tweede punt is de cross-sectorale gegevensdeling. Ik dank de minister voor het opgestelde rapport van de firma Considerati, om te kijken hoe in Engeland CIFAS geregeld is en of dat in Nederland ook zou kunnen. En ik dank hem voor de beleidsreactie. Maar ik zal u heel eerlijk zeggen, ik vond het een buitengemene, bleke beleidsreactie. Want ik kan me toch voorstellen dat deze minister van VVD-Huizen ook best aan criminaliteitsbestrijding wil doen. En ik vind dat de minister een brief heeft geschreven waar die natuurlijk alle letters staan op de goede plek. Maar het is toch op zich een heel goed teken dat het bedrijfsleven of ondernemers ook zelf verantwoordelijkheid willen nemen binnen de grenzen van de AVG. Om boeven van hun erf te houden. Wat ook voor alle andere consumenten een voordeel is. In Engeland besparen ze op jaarbasis £1 miljard. Gewoon om pure criminaliteit buiten de deur te houden. Op een manier met toezicht door een ombudsman. Ook verbinding met de politie. En laten we nou wel wezen, ik weet dat er een poging is gewaagd, onder andere door het Verbond van Verzekeraars, om hier iets in te doen en bij de AP een vergunning aan te vragen. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars tonnen gekost in juridisch advies en juridische ondersteuning. En als je deze brief leest, dan druipt er niet het enthousiasme af om nou maar eens in brede zin, zoals in Engeland, dat te doen. Let wel, in Engeland zijn ze ook 20 of 30 jaar bezig geweest om vanuit een bescheiden initiatief te komen tot wat het nu is. En ik zou de minister toch uitdrukkelijk willen vragen om punt 1 zelf meer positie te nemen ten aanzien wat hij hiervan vindt, gewoon politiek. En punt 2, toch te kijken of we niet of in die nieuwe wet gegevensdeling of in de UAVG een wettelijke basis kunnen vinden. Omdat ik namelijk denk dat we dit puntje niet op het bord van de AP moeten leggen. Dat weten we met z'n allen. Die hebben al een heel vol bord. En er zitten bij dit onderwerp ook echt politieke aspecten die zich lenen voor een behandeling in wetsverband. En daarom zou ik uitdrukkelijk willen vragen aan de minister of hij daar nog eens iets over zou willen zeggen in zijn termijn. Tot slot, voorzitter, want ik zie u al zenuwachtig naar de klok kijken. Onlangs stond in, niet direct mijn lijfblad, maar je moet ook wel eens wat lezen, buiten de deur, Politico, een Europees ding, stond een verhaal over het toezicht van de Ierse autoriteit persoonsgegevens op Facebook, Google. Al die bedrijven zitten historisch gezien in Ierland. En los van het feit dat er ook veel economische banden zijn tussen die bedrijven en de Ierse overheid, werkgelegenheid, financiën enzovoort, is het een klus voor een AP Ierland om maar eens even al die bedrijven te controleren. Want dat doen ze dan ook voor ons. En ik heb in dat kader 2 vragen. In de eerste plaats wil ik graag weten, misschien niet nu of op een later moment, hoe kijkt de minister aan tegen de invulling van die rol in Ierland? Natuurlijk super ingewikkeld, want dan moet je het wat hebben over
de autoriteiten daar. Maar in het stelsel is het neergelegd daar. Kunnen ze dat aan? Zou je dat niet veel meer op een Europees niveau moeten doen? Dat is me nogal een klus. En een tweede vraag die daarbij past. Welke bedrijven moet de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens, vergelijkbaar, internationale bedrijven, daar maakt de autoriteit ook melding van. Ik zou graag een lijst willen zien om welke bedrijven dat dan gaat. Want zoals wij willen dat ze in Ierland hun werk doen, zo vind ik ook. Ook in relatie tot de discussie is de autoriteit daartoe uitgerust. Dat wij zicht moeten hebben op welke internationale bedrijven in Nederland gevestigd onze Nederlandse autoriteit persoonsgegevens toezicht moeten uitoefenen. Dus uitdrukkelijke vraag om daar een overzicht van te krijgen. Dank u wel. Dank u, meneer Van Dam. Ik zie een interruptie van de heer Van Gent. Ja, ik moet zeggen, als ik ook zie hoe mijn de AP hier nou ja, toch redelijk actief is. Vraag heb ik ook nog eens afgevraagd. Het is een Europese richtlijn. Hoe zou dat in Italië en Griekenland zijn? Maar u heeft nu het voorbeeld van Ierland. Maar hoor ik u nu een pleidooi houden dat er misschien een Europese toezichthouder zou moeten komen? Ik vind het toch wel weer een stap verder. Want dat zou een consequentie kunnen zijn als je zegt de Ieren kunnen het zelf niet aan. Meneer Van Dam. Ja, voorzitter, als CDA ligt het woord subsidiariteit mij voor in de mond. Dus dat je, laat maar zeggen, iets organiseert op het level waar het hoort te zijn. En meestal wordt dat begrip toegepast om uit te leggen waarom we niet op rijksniveau dingen moeten doen, maar op gemeentelijk niveau of provinciaal niveau. Maar die subsidiariteitsvraag heeft natuurlijk ook de keerzijde van, is het reëel om dit op, in dit geval, op het landenniveau Ierland te leggen van een bedrijf wat in heel Europa zijn belang heeft, waar ook nog een economisch belang ligt tussen de Ierse overheid en die bedrijven. Daar moeten we ook duidelijk over zijn. Net zoals wij, als het over brievenbusmaatschappij hebben, ook een economisch belang. Dat is een onderdeel van die discussie. En ik vind gewoon dat we die vraag mogen stellen als Europese burger. Ik wil niet meteen naartoe gaan dat er nu dat ik zeg, oh, dat moet op Europees niveau. Want dan is maar de vraag, wie zou dat dan moeten doen op Europees niveau? Maar ik vind wel dat wij als dagelijkse gebruikers van die social media, dat we die vraag moeten stellen en dat we dat in beeld moeten hebben. Meneer Van Gent. Bent u daarmee vrij? Dank u wel. Daarmee eindigt de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik wil de minister graag een kwartier geven. Dus ik stel voor dat wij schorsen tot 3:15.
Wij gaan verder met het algemeen overleg bescherming persoonsgegevens. En voor ik de minister het woord geef, meld ik dat tot onze vreugde nu ook de heer Verhoeven van D66 is aangeschoven. En met die opmerking geef ik het woord aan de minister voor rechtsbescherming, als die zover is. Voorzitter, en het voelt toch vertrouwd om nu ook de heer Verhoeven erbij te hebben als verrijking aan dit debat en als voorvechter voor een thema als privacy. Toen ik gisteren de krant opensloeg, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik mijn wenkbrauwen enigszins moest fronsen toen ik daar in een van de bazen van Facebook, Sheryl Sandberg, een oproep hoorde doen dat overheden nu echt moeten opschieten met de regelgeving op het gebied van privacy. Ik dacht, dat moet toch niet veel gekker worden. En tegelijkertijd merk ik dat ook in gesprekken die ik voer met Amerikaanse collega's wel heel erg naar Europa wordt gekeken om te zien wat wij hier doen op het gebied van GDPR, met de AVG, hoe dat uitgerold wordt, hoe privacybewustzijn hier veel groter is dan daar. Soms zitten we ook in een soort strijd dat we aan de ene kant het gevoel hebben gehad dat we in de digitalisering met de opkomst van grote bedrijven hier en daar wat de slag hebben gemist. Als je kijkt gewoon naar de top 10, waar zitten die grote techbedrijven? Maar dat we op het thema hoe gaan we om met bescherming persoonsgegevens wel weer voorlopen op onze Amerikaanse collega's. Dus het is goed om daarover door te praten. Vandaag hebben we het over de AVG. Daar wil ik zo even kort bij stilstaan. Vervolgens iets meer inzoomen op wat kunnen we naast de AVG breder doen op het gebied van privacy, specifiek horizontale privacy. Omdat dat ook als thema ook in het regeerakkoord werd uitgelicht, wat niet betekent dat verticale privacy plotseling helemaal niet meer te doet. Maar wij zien wel dat waar vroeger veel discussies over privacy gingen, over hoe hou je een overheid enigszins in toom. Het nu ook gaat over hoe heb je een sterke overheid die ervoor kan zorgen dat jouw privacy beschermd wordt ten opzichte van andere individuen of bedrijven. Laat ik met de AVG beginnen en dan sluit ik me aan bij toch wel de, althans heb ik ze maar even opgevat, gematigd positieve woorden van de heer Van Dam. Die zei, er is natuurlijk afgelopen jaar veel gedoe geweest over wat betekent het nou. En zagen ook wel bij sportverenigingen, bij kerken, bij kleine bedrijven ook wel dat het vooral gevoeld werd als een last. Maar we zijn nu een jaar verder en dan zie je dat dingen beginnen uit te trillen. Nog niet helemaal, maar toch. En dat het er naar uitziet dat het twee dingen heeft opgeleverd. Aan de ene kant gewoon een groter bewustzijn over de persoonsgegevens waar je mee te maken hebt. En dat het vraagt dat je daar op een veilige en op een goede manier mee omgaat. En dat je ook nadenkt, wat mag je delen, wat moet je delen en onder wat voorwaarden. En aan de andere kant dat ook kleine organisaties steeds meer weten wat er van hun wordt verwacht en manieren hebben gevonden om daar ook op een praktische manier mee om te gaan. Naar aanleiding van gewoon ook goede voorlichting die er is geweest, niet alleen maar van de AP, maar ook vanuit verschillende ministeries en vanuit verschillende brancheorganisaties. Echt groot compliment richting, noem ze maar op, VNO-NCW, MKB Nederland, NOC-NSF, de grote sportkoepels. Daar is enorm veel gedaan om al die leden en hun achterbannen daarbij te betrekken. Dus een groot compliment. Wat wij hebben geprobeerd met de brief is een inzicht te bieden. Waar zitten nou de knelpunten? Wat zijn reële knelpunten waar we misschien nog eens even over moeten doordenken? En waar kunnen we dingen ook oplossen door meer en betere voorlichting? Want ook daar is nog veel te doen. Ik herken de privacykramp waar de heer Van Nispen naar verwijst. Die vraagt aan mij van ja, waar denk je nou dat dat vandaan komt? Voor een deel is dat nieuwe wetgeving, nieuwe ontwikkeling met heel veel aandacht daarvoor. Vragen toch heel veel bedrijven
wat komt er op me af? Zeker kleine bedrijven die niet standaard een privacy officer of een juridisch medewerker in dienst heeft die dat 1, 2, 3 voor je kan vertalen. Voor een ander deel, en ik ben hier voorzichtig, maar met de AVG kwam dan natuurlijk ook wel een industrie op gang van organisatieadviseurs en juridische adviseurs die vooral ook de doembeelden probeerden neer te zetten. Kijk uit, nieuwe wet en regelgeving, een autoriteit met tanden en met hele hoge boetes, waardoor de angst of de kramp misschien ook wel een beetje is aangewakkerd. Want vaak gingen dat soort verhalen dan toch ook wel gepaard met een hulpaanbod van kijk op, dit komt er op u af, maar als u ons inhuurt kunnen wij u helpen. Op onderdelen is dat juridisch advies ook wel weer goed, want zeker bij middengroot er moet ook echt wel wat veranderen. Dus daar zijn ook goede dingen gebeurd, maar ik denk dat dat een verklaring is voor wat we het afgelopen jaar hebben gezien. Blijven er een aantal reële dingen over. Voor een deel zit dat in de regelgeving zelf en in het deel. Voor een deel zit dat in het deel van de regelgeving waar we als Nederland alleen afhankelijk zijn van Europa. En neem bijvoorbeeld het punt dat de heer Van Ispen aanhaalde over bijvoorbeeld die registerplicht voor kleine ondernemers. Er staat een soort exceptie in de AVG, maar er wordt gezegd, ja, zodra de gegevensdeling structureel wordt, en dat wordt het ook in de gevallen die hij zojuist noemde in het debat natuurlijk al gauw, dan heb je wel degelijk een registratieplicht. En dan is de vraag, is er dan nog werkelijk een exceptie voor die kleine bedrijven, of is die er de facto niet? Wij neigen in de praktijk, zien dat die exceptie eigenlijk daardoor betrekkelijk weinig voorstelt. Vragen dus ons ook af, was dat nou de bedoeling van de Europese regelgeving? Wij zullen straks bij de evaluatie, die natuurlijk ook Europees moet plaatsvinden, dit soort dingen uiteraard aankaarten. Ik geef onmiddellijk zelf ook mee dat voor de wijziging daarvan wij afhankelijk zijn ook van andere lidstaten, omdat dit echt gebakken zit in de Europese verordening zelf. Destijds, mijn voorganger Stef Blok heeft al wel gezegd, het is goed dat we hiermee omgaan, en die heeft toen al ook in Brussel aangekaart, laten we niet al te lang wachten met die eerste evaluatie. Want het is ook goed om, als er echt reële knelpunten zijn, om die snel op te pakken. Voor een ander deel zit het in het stukje UAVG, onze uitvoeringswet, waar een discretionaire ruimte bestaat voor individuele lidstaten. Het punt van mevrouw Buitenweg over bijvoorbeeld de leeftijdsgrens. Wanneer mogen minderjarigen nou zelf toestemming geven voor de verwerking van de persoonsgegevens? Aanvankelijk was daar in Europa de neiging om dat op 13 jaar neer te leggen. Daar was veel weerstand tegen van sommige landen. Die zeiden, ja, wij vinden toch dat het hoger moet zijn. En toen heeft Brussel in al zijn wijsheid, of hebben we eigenlijk zelf allemaal, want daar zijn we zelf onderdeel van, in al onze wijsheid gezegd, weet je wat, we laten dat variabel zijn. En ik zie hier twee dingen ontstaan. Een lappendeken in Europa, waarvan je kan afvragen. Kijk, dit is over privacy gesproken. Ja, die staat ook altijd aan. Mijn telefoon begint automatisch naar me te praten. dus je ziet een lappendeken ontstaan, waardoor het voor heel veel bedrijven die zeggen, ja, in het ene land 13, de andere 14, in de andere 16, hoe gaan we hier op een ordentelijke manier mee om? Ook de Nederlandse discussie van waar leggen wij nu de lat? We hebben ervoor gekozen om bij de UAVG aan te sluiten, zo dicht mogelijk beleidsluw, bij onze wet bescherming persoonsgegevens. Die zat op 16. Wij zijn nu aan het kijken, ook met wat hulp van buiten, zou je toch naar 13 moeten of iets daar tussen. Er zitten twee kanten aan het verhaal. Ook voor minderjarigen kan je zeggen, die hebben recht op een bepaalde mate van privacy. Dus waarom geven ze niet op jongere leeftijd daar een C in? Ook formeel, als het gaat om daar toestemming voor geven. Aan de andere kant zijn er ook ouders die zeggen, ja, maar als die toestemming formeel bij mijn minderjarige kind ligt van 13, dan kan ik, als er dingen gebeuren die ik niet wil of die ik niet verantwoord vind, dat ook niet meer terugroepen. Nou, dat is het spanningsveld waarin we ons begeven. Wij voeren die gesprekken met stakeholders en ik zal de suggestie van mevrouw Buitenweg, neem dan ook de doelgroep zelf daarin mee, dus die 13 tot 16-jarigen, dat pak ik op.
Dan zijn er dingen die in onze ogen kunnen binnen de wet en regelgeving, maar wel iets extra's vragen. De heer Van Dam kaart het punt aan van zwarte lijsten en bedrijven die eigenlijk onderling zeggen wij willen fraude bestrijden, moeten we dingen uit kunnen wisselen. Maar er is daar wel wat voor nodig. Een interruptie van de heer Van Dam. Ja, ik wil toch iets zeggen over het begrip zwarte lijsten. En ook, ik heb dat heel bewust niet genoemd, omdat ik zwarte lijsten, dan heb ik echt zo'n idee dat daar bij de kassa zo'n jarenlang oude lijst ligt van iemand die ooit in zijn verleden iets gedaan heeft en waar al van alles in veranderd is. Als je dat plakt op wat in Engeland CIFAS doet, dan zou ik de minister toch willen vragen, en ik heb zelf dat inmiddels ook geleerd, om het woord zwarte lijst hier niet meer aan te verbinden. Want dat is, de zwarte cross heeft misschien nog een positieve duiding, maar een zwarte lijst, dat heeft toch iets naars en beduimelds. Sterker nog, in Engeland, dat systeem bewerkstelligt ook dat mensen die bijvoorbeeld kwetsbaar zijn om online aankopen te doen, dat die beschermd worden tegen zichzelf met dat systeem. Dus het is meer dan een zwarte lijst. En ik zou eigenlijk willen vragen, en dat is niet alleen maar een semantisch dingetje, maar gewoon om dat woord hier niet meer op te plakken. Dank u, meneer Van Dam. En ook voorzitters hanteren wel eens een zwarte lijst als het gaat om misbruik maken van spreektijden. Maar daarmee geef ik het woord aan de minister. Ja, voorzitter, ik ga op zoek naar een alternatief. Mocht ik nou in de discussie straks toch nog de term een keer gebruiken, vergeeft u het mij dan? Soms in het gemak slaan we dingen plat. Maar de heer Van Dam heeft natuurlijk helemaal gelijk. Het is veel geavanceerder dan dat en ook veel genuanceerder. Het punt wat ik wilde maken is dat de mogelijkheden om privaat-privaat, dus tussen private partijen, gegevens uit te wisselen die nodig zijn om fraude te bestrijden, wel degelijk kan, ook onder de AVG, maar iets extra's vraagt. En dat is die vergunningsroute. Overigens ligt er op dit moment een aanvraag van de financiële sector, banken en verzekeringswezen om daar dat te doen. Ik kan niet vooruitlopen op die toetsing, dat wordt ook gedaan door de AP. Maar om maar even aan te geven dat de route ook wel wordt bewandeld, overigens ook met hulp vanuit ons departement, omdat we dat zeer toejuichen. En ik reken het mezelf aan dat de heer Van Dam zegt, ja, we zien wel de formeel juridische route uitgerold in de brief. Maar wordt dat nou ook met enthousiasme toegejuicht? En kunnen mensen nou ook bij het ministerie of bij de ministers daar terecht als het gaat om dit soort initiatieven? Het antwoord is ronduit ja. Wij willen daarin meedenken. Wij willen helpen. Wij hebben ook het idee dat ook vanuit de autoriteit persoonsgegevens het aanbod er is om mee te denken en mee te helpen. Wat nooit de garantie is op een succesvolle toetsing, maar wel op helder aangeven aan welke voorwaarden zo'n aanvraag zou moeten voldoen om de toets der kritiek te kunnen doorstaan. En het heeft sterk mijn voorkeur om eerst te kijken naar de mogelijkheden die er zijn in de wet, of die kunnen worden benut. Ik ben er zelfs positief over gestemd. Ja, mocht dat nou bij een evaluatie niet het geval blijken te zijn, dan kan je alsnog die wet wijzigen, maar de wet nu wijzigen, terwijl de inkt bij wijze van spreken nog niet droog is, vind ik wel heel erg op de zaken vooruitlopen. Dus van onze kant hulp en meedenken om ook bij deze privaat-privaat initiatieven partijen te helpen. Twee is dat ook publiek-privaat wij bezig zijn met het maken van allerlei extra wettelijke grondslagen om die uitwisselingen van gegevens meer mogelijk te maken. U kunt denk ik binnenkort een wetsvoorstel verwachten, samenwerkingsverbanden, gegevensuitwisseling, samenwerkingsverbanden. Die het bijvoorbeeld mogelijk maakt om bij de zogeheten RIEKs, die bezig zijn met tegengaan van zware criminaliteit en ondermijning tussen overheden en bedrijven, informatie uit te wisselen. Voor u verder gaat, ik zie een interruptie van de heer Van Gent van de VVD. Ja, ik had dat wetvoorstel en voorbereiding ook gezien. En ik zag ook dat dat een soort, ja, dat biedt de AVG natuurlijk de mogelijkheid voor, dat je dus, wel wat ruimte schept, bijvoorbeeld voor criminaliteitsbestrijding. Maar mijn vraag is dan heel concreet, zou dat ook niet voor andere sectoren moeten? Ik heb al genoemd het integraal kanker,
Centrum Nederland, zou die dan ook niet via een wetgeving, en dat kan dan zijn binnen de sector zorg, dan ook dan een wettelijke basis krijgen om dan gegevens te kunnen krijgen? Minister. Ja, ik ken dat individuele geval niet, dus ik kan het ook moeilijk beoordelen. En ik weet ook niet precies wat er speelt. Ik zou zeggen, als er sprake is van een wetenschappelijk instituut of de vergaring van persoonsgegevens ten behoeve van academisch werk, dan zit er een exceptie in de wet die dat mogelijk maakt. Kennelijk is daar hier geen sprake van, want is er discussie met de AP op dat vlak. En zeker daar waar het gaat om zorggegevens, die ook nog eens een keer niet normale persoonsgegevens zijn, maar buitengewoon, dus zwaarder tellen, moet je daar wel voorzichtig mee zijn. Dus ik kan niet even 1, 2, 3 zeggen van dat het hier ook van toepassing is. Meneer Van Gent. Nou, ik ken ook de situatie van het instituut, ook niet van het hoort in ieder geval geen commerciële instelling, maar in algemene zin zou je kunnen zeggen voor dergelijke instellingen die dan toch actief zijn op wetenschappelijk gebied en waar er blijkbaar wel vragen over zijn, zou het dan mogelijk kunnen zijn om in sectorale wetgeving dan wel zo'n wettelijke basis te krijgen. Net zoals in feite binnen justitie nu gebeurt, bij de wet die u net heeft toegedeeld. Nou, los van de wens. Sorry. Voorzitter, los van de wenselijkheidsvraag is het antwoord daarop bevestigend. Want kijk, er wordt heel vaak gezegd, er kan weinig binnen de AVG. Nee, de AVG zegt, er kan heel veel, zolang er een wettelijke grondslag is. Dus als de wetgever vindt dat de uitwisseling van persoonsgegevens nodig is en daar een wettelijke grondslag van maakt, dan kan er heel erg veel. En dan zal ook de wenselijkheidsvraag bij de totstandkoming van die regelgeving wel aan de orde komen. Dat is bijvoorbeeld, we zijn bezig met heel veel wettelijke grondslagen, hè? Dus die wetgegevensverdeling, samenwerkingsverbanden. Is het maken van een wettelijke grondslag om bijvoorbeeld bij een aantal dingen op het gebied van veiligheid en openbare orde dat mogelijk te maken? Daar moeten we een discussie over hebben. Vindt u dat dan niet te ver gaan? Vindt u dat terecht? Vindt u het proportioneel? Maar het is een route om ervoor te zorgen dat je meer kan dan het strikte kader van de AVG. Gaat u verder? Nou, dat is eigenlijk een mooi bruggetje ook naar het punt dat de heer Van Dam aanhaalde over de forensische zorg. Daar geldt hetzelfde voor. Ook daar, als het gaat om de uitwisseling tussen bijvoorbeeld GGZ of forensische zorginstellingen en politie, kan er heel veel als er een wettelijke grondslag is. Ik ga graag dat gesprek aan met GGZ Nederland om te zien waar dat dan zit. Wij zijn zelf bezig om links en rechts dit soort grondslagen aan te brengen. Volgende week hebben we een debat over de wet straffen en beschermen. Daar zit een grondslag in om bijvoorbeeld op het gebied van reïntegratie veel meer uit te wisselen met gemeenten. Gisteren had mijn collega Hugo de Jonge hier een discussie over de wet zorg en dwang, waar een bepaling is opgenomen dat in het kader van de wet verplichte GGZ informatie kan worden gedeeld tussen de zorgsector en de politie. Dus dat zijn stuk voor stuk manieren om die gegevensuitwisseling mogelijk te maken. In dat kader ook goed om te wijzen van los van de dingen die we er nu proberen in te bouwen en in te hangen, die u dus allemaal voorgeschoteld krijgt en die dus, wat dus wettelijke grondslagen zijn, heb ik meer breed in de richting van de heer Van der Staaij in het debat over Michael P. gezegd van wij willen ook nog wel het breder een soort verkenning doen van waar zitten nou op het snijvlak van justitie en zorg precies de knelpunten. Zodat we ook preventief, voordat het een keer we constateren dat het daaraan ontbroken heeft, dat we daar preventief te werk kunnen gaan. Voorzitter, dat als het gaat om de AVG. Ik twijfel nog wat. De heer Van Gent gaf een soort voorschot van ja, als je nou de wet gaat evalueren, dan zijn er wat ons betreft een aantal uitgangspunten die leidend zijn. Ja, een wet is een levend document, klopt. Waarbij voor een deel we ons werk moeten doen in Brussel en voor een smaller deel hier in Nederland. Maar het denken staat nooit stil. Zijn tweede punt is dat hij zegt, ja, datamobiliteit is daarbij ons uitgangspunt.
daar ben ik zelf wat kritischer op, want de AVG zegt juist, nee, het gaat hier over persoonlijke gegevens, dan moet de uitwisseling daarvan niet het uitgangspunt zijn. Dan moet het uitgangspunt juist minimalisatie zijn. En dat jij zelf over je eigen gegevens gaat. En dat iemand dat pas mag delen na jouw toestemming. Ik denk dat dat het grote winstpunt is van die wet. En natuurlijk moet je daarbij steeds een belangenafweging maken. Bijvoorbeeld tussen privacy en veiligheid. Maar dat is niet een belangenafweging die je zomaar moet neerleggen bij een individuele instantie. En er dan mag hopen dat dat goed gebeurt. Voor een deel moet die belangenafweging in het parlement plaatsvinden. Door het maken van wettelijke grondslagen op basis waarvan je die gegevens zou mogen uitwisselen. Meneer Van Gent. Nee, maar we weten ook dat de EU graag vrij verkeer bevordert. En je kunt natuurlijk ook in de kwestie van interpretatie, maar de AVG interpreteren als vrij verkeer van data moet zoveel mogelijk zijn, mits maar die met oog op de privacy en de gegevensbelangen. En nogmaals, het is natuurlijk een attitude, maar als je zo ernaar kijkt, hè, dan nogmaals, privacy is belangrijk en gegevensbescherming ook, maar het moet wel, dat is vrij verkeer van data, want het omgekeerde, als je het omgekeerde als eerste voorop stelt, kan het leiden, nou doe maar zo min mogelijk vrij verkeer van data, want dan krijg je al heel snel een schending van persoonsgegevens. En juist dat vrij verkeer van data is volgens mij een uitgangspunt van de AVG. Minister. Ik ben bang dat we daar wel dan van mening verschillen. Juist omdat het is niet zomaar data. Hè. Het gaat om persoonsgegevens. Ik was bijvoorbeeld in mijn vorige klus altijd een groot voorstander van open data en open access om wetenschappelijke data zoveel mogelijk en zo vrij mogelijk te delen. Ik ben hier veel terughoudender, want het gaat hier gewoon om uw adresgegevens, BSN-nummers, medische gegevens. Dingen waarvan ik zeg, ja, die moeten vooral niet zomaar worden gedeeld. Tenzij je daar toestemming voor geeft. Tenzij het noodzakelijk is voor het vervullen van wettelijk opgedragen taken. Tenzij er excepties zijn in de wet, wettelijke grondslagen, dat er zegt dat veiligheid telt hier zwaarder. Dus hier mag dat wel worden gedeeld. Wat wel een groot voordeel is van die AVG, is dat het geharmoniseerd is in Europa. Vroeger had je 27, 28 lidstaten met allemaal hun eigen beschermingsregime. Waardoor het onduidelijk was dat als jij een ticket koopte bij de Letse vliegtuigmaatschappij en die had net even andere wet en regelgeving, wat dan je beschermingsniveau was. En als je vervolgens allerlei ongewenste e-mail in je account kreeg, was het onduidelijk waar je precies naartoe moest en moest je naar de Letse autoriteit toe om je recht te halen. Dat is vele malen makkelijker gemaakt. Er is nu één set aan wet en regelgeving, die geldt voor heel Europa. En Nederlandse burgers en bedrijven kunnen gewoon bij de Nederlandse autoriteit terecht met een vraag en met een klacht. Dus de harmonisatie, op dat punt zijn de heer Van Gent en ik het volledig met elkaar eens. Misschien dan even een overstap maken naar de autoriteit persoonsgegevens, als zeg maar de toezichthouder op dit, aan die hele set aan wet en regelgeving. Maar eerst maar even de systematiek, dat heeft eigenlijk te maken met die harmonisatie. De heer Van Dam die vroeg, ja, hoe kijken we dan eigenlijk tegenaan dat de Ierse autoriteit het onderzoek doet naar bijvoorbeeld Facebook en niet een soort centrale Europese autoriteit. Dat is in de systematiek van de AVG een heel bewuste keus geweest, om er niet weer de zoveelste grote Europese instantie van te maken, zoals we die bijvoorbeeld op een aantal andere gebieden wel kennen. Maar om juist dichtbij voor bedrijven en voor burgers een loket te hebben waar ze terecht kunnen. Dus als u het een klacht heeft over een bedrijf in Spanje, dan kunt u gewoon naar de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens. Die heeft contact met de Spaanse autoriteit. Daar wordt het onderzoek gedaan en u krijgt het teruggemeld. Hetzelfde geldt voor bedrijven die in Nederland zijn gevestigd. Die vallen onder allemaal. En dus er is ook geen lijst, maar dat zijn alle Nederlandse bedrijven. Die vallen onder het toezicht van de Nederlandse autoriteit. Omdat Facebook is gevestigd in Ierland en er... Even terug natuurlijk die grote
nou, dat grote incident was rond Cambridge Analytica, is het toen gezegd, dan is het de Ierse autoriteit die daar onderzoek naar doet. Wat is het mechanisme? Als het niet binnen een land kan worden opgelost, dan is er altijd het verkeer tussen de landen, of als het zelfs nog groter wordt, is er een Europese raad waarin de dingen worden besproken. En waarin, nou ja, ook de Nederlandse voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens een zetel heeft en sinds zeer kort vicevoorzitter is geworden van die council. Is de autoriteit persoonsgegevens dan voldoende toegerust met geld en middelen? In mijn ogen wel. Hoewel we daar natuurlijk wel steeds vinger aan de pols moeten houden. Bij voorjaarsnota is het budget weer wat verder gestegen. Er zijn denk ik weinig organisaties in Nederland die kunnen bovenop nou, zo'n snelle groei als de autoriteit persoonsgegevens van een budget van kleine 8 miljoen in 2016 naar zo'n 18,5 in 2019. Dat is meer dan een verdubbeling. Er zaten natuurlijk ook extra taken tegenover, zal de heer Van Nispen ben ik met hem eens. Er zijn ook wat onderzoeken gedaan naar wat voor een soort groeiscenario's moet je aanhouden. Dat is het rapport waarnaar hij verwees. Daar zitten we, ik zeg maar even, net onder het minimumscenario. Dus je had daar minimum, midden, hoog. Ik geloof dat het minimumscenario uitging naar een groei van zo'n 19,5. We zitten nu op 18,5. Mijn kritiek is steeds geweest. Bij dat soort vormen van scenario, denk ik, wordt gewerkt met heel veel aannames. Laten we dan ook eens in de praktijk kijken of die aannames, hoe die uitpakken. Nou, wij zagen daarom dit jaar ruimte voor groei, noodzaak voor groei. Dat hebben we geaccommodeerd. De heer Van Nispen zegt ook van ja, maar is dat een tekort voor dit jaar? Dat zou ik heel erg vreemd vinden. Want de autoriteit persoonsgegevens weet, maar het is ook een ZPO, dus ze weten gewoon van jaar op jaar met welk budget ze moeten werken en uit moeten komen. En net als voor iedere andere organisatie ga ik ervan uit dat ook de autoriteit persoonsgegevens wel gewoon binnen budget blijft. En als er een probleem ontstaat over, nou, komen ze bij ons, moeten ze dat bespreken. Dus daar moeten we scherp op zijn. Dit leidt tot een interruptie van de heer Van Nispen. Ja, we hadden dus scenario's toen we onder andere ook de wet bespraken. Nou, daar hield de minister zich dan niet helemaal aan. Daar hebben we het toen over gehad. We hebben een motie ingediend, de heer Verhoeven en ik. Maar die vinger aan de pols die is dus gehouden. Want die scenario's die zijn recent ook bijgewerkt. En de minister zegt, ja, ik wil niet alleen naar scenario's kijken, ook naar de realiteit. Nou, dat ben ik ook met de minister eens. Maar ook die cijfers die zijn er nu. Dus volgens mij is de vinger aan de pols gehouden. En mijn vraag aan de minister is, kent hij die meest actuele scenario's en die realistische cijfers? Wat is het afgelopen jaar allemaal gedaan? En wat is er in de eerste helft van 2019 allemaal gedaan? En erkent de minister dan dat ook, als je toetst aan de praktijk, dat de minister daar nog steeds onder zit? En dan zegt het mij niet zoveel dat de autoriteit vergeleken met andere organisaties er relatief meer geld bij heeft gekregen. Nee, we vragen ook ontzettend veel van hen. Qua voorlichting, qua handhaving, noem het maar op. Veel extra taken. Dus die vergelijking met andere organisaties, die zegt mij heel weinig. Ik wil van de minister weten of hij die meest actuele scenario's kent. En of hij ook bereid is om dat aan de Kamer te sturen. Inclusief het groeipad wat de minister nou zelf voor ogen heeft qua budget voor de autoriteit persoonsgegevens. Minister. Voorzitter, ik ken die zelf niet. Het zou best kunnen dat ze beschikbaar zijn binnen mijn eigen organisatie. In ieder geval zijn die scenario's niet in opdracht van mij gemaakt. Het kan natuurlijk best zijn dat de AP zelf allerlei scenario's maakt. Maar dat vind ik echt wel van een iets andere orde. Kijk, bij het maken van begrotingen en het toebedelen van budgetten heb je altijd te maken met het maken van keuzes in schaarste. Als het gaat om de politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht, maar ook de autoriteit persoonsgegevens. Als je vraagt van zou je ook meer willen, is dat antwoord eigenlijk altijd standaard als ja. En dan heb je iets meer ruimte en dan kan je ook iets meer met je capaciteit doen. Dat zijn ook de gesprekken die ik voer met de AP. Dus het is geen open einde regeling. De AP moet gewoon voldoen aan het budget wat ze ieder jaar krijgen. En daar ben ik ook een beetje streng op, want anders gaat het echt gewoon helemaal mis. Ik vraag dat ook van andere organisaties.
En natuurlijk voeren we daarom dat open gesprek. Als ze zeggen van, nou ja, we hebben toch wel heel veel extra werk. We zitten met een aantal knelpunten. Nou, dan gaan we daarover aan tafel zitten. Dan wegen we die knelpunten. Dan kijk ik ook naar de knelpunten die ik heb bij al die andere organisaties. En uiteindelijk komen we dan tot een afweging. Dat heeft voor dit jaar met deze voorjaarsnota geleid tot een extra toevoeging van 3,5 miljoen euro. Meneer Van Nispen, volg. Ja, maar laten we nou niet onze privacywaakhond gaan wegzetten als een rupsje nooit genoeg. Wij hebben er in de Kamer met elkaar voor gekozen dat er extra taken zijn. Dat we dit onderwerp ongelooflijk belangrijk vinden. Er zijn scenario's. Daar ging de minister dan nog onder het minimum zitten. Nou, daar was ik het niet mee eens, maar dat is gebeurd. Maar inmiddels hebben we reële, objectieve, bijgewerkte scenario's en reële cijfers, hoe het er nu voor staat. En dan zegt de minister, ja, maar ik heb geld toegevoegd, maar dat benadert dat ook niet. Dus ik wil graag dat de minister met een brief komt waarin hij die scenario's aan de Kamer stuurt, met het groeipad wat hij zelf voor ogen heeft. En dan inderdaad met de rechtvaardiging waarom de minister zegt, ja, desalniettemin vind ik dat we dit toch niet gaan doen. Dat zou ik graag dan van de minister willen weten. Kijk, dat de autoriteit moet groeien, dat hebben we allemaal afgesproken. En dat weten we allemaal. En dat moet beheers gaan. Je kunt niet in één keer een organisatie verdubbelen. Dat snappen we ook allemaal. Maar langzamer groeien dan volgens die realistische scenario's en de objectieve vastgestelde cijfers, volgens mij is dat onverantwoord, gelet op het belang wat we hier allemaal hechten aan de bescherming van persoonsgegevens. Dus mogen wij die scenario's van de minister ontvangen met zijn, het groeipad dat hij voor ogen heeft? Voorzitter, naar mijn beste weten, heeft mijn ministerie geen scenario's laten maken. Nee. Nee, dus wij hebben geen scenario's laten maken, dus die kan ik u ook niet toe laten komen. Dus dat vind ik een beetje een ingewikkelde. Ik geloof dat meneer Van Nispen nog even wil verduidelijken wat hij precies wil. Ja, dank voorzitter. Ook kan het zijn dat de scenario's in opdracht van de autoriteit persoonsgegevens zijn gemaakt, dat het weer gaat om AEF. Kan de minister uitzoeken of er realistische scenario's zijn vanuit het ministerie, dan wel vanuit de autoriteit persoonsgegevens, en is hij bereid om zich daarin te verdiepen? Dat is eigenlijk de vraag die ik hier wil stellen. Dat is een andere vraag, dat kan ik wel doen. Het kan best zo zijn dat de AP dat het een en ander heeft gedaan. Maar nogmaals, daar ben ik ook wel een beetje kritisch op. Want het is niet een soort u vraagt, wij draaien. Als ik vraag aan het Openbaar Ministerie hoeveel geld heb je nodig, of aan de politie hoeveel geld heb je nodig, of als ik vraag aan de rechterlijke macht hoeveel geld heb je nodig, daar is gewoon, wij moeten keuzes maken bij het maken van onze rijksbegroting. En dat betekent ook dat in die keuzes we er nu voor hebben gekozen om wat extra geld naar de AP te laten gaan. Nou, een hele hoop andere dingen niet. En natuurlijk bent u dan kritisch, is dat genoeg? Prima, debat gaan we hebben straks bij de voorjaarsnota en bij de miljoenennota. Maar ik kijk ook naar andere dingen. Niet alleen maar naar verdelingsvraagstukken binnen mijn justitiebegroting, maar ook bijvoorbeeld, zou ik willen weten, hoe verhoudt dan de Nederlandse AP zich ten opzichte van de andere autoriteiten in Europa, ook een beetje qua groei. Dus ik zal nagaan of er wellicht bij de AP dit soort dingen zijn gedaan. Maar ik zet daar ook wel mijn eigen studies daarnaast. En krijgen wij dat in een brief? Want dat was volgens mij expliciet waar de heer Van Nispen om vroeg. Nou, het lijkt mij zinvol dat we dat voor de begrotingsbespreking in het najaar doen. Want dan zal dit thema aan snee komen. Dank u wel. Gaat u verder? Mevrouw Buitenweg. Nou, ik weet niet of mijn vraag nog beantwoord gaat worden over de autoriteit persoonsgegevens. De minister eerst laten verder gaan over de autoriteit persoonsgegevens en achteraf kijken of er nog beantwoorde vragen zijn. Dat lijkt mij het meest, tenzij de minister zelf zegt, ik was aan het einde van. Ik zit te kijken naar welke vraag ik nog had. Misschien kan ik dat dan toch verduidelijken. Het gaat erom dat ik gewoon een feitelijke vraag had gesteld. Er waren inderdaad die drie scenario's van AIF, waarbij bij het hoogste scenario ook meegegeven werd van om hoeveel telefoontjes het dan ongeveer zou zijn. En mijn vrij feitelijke vraag was, klopt het dat de hoeveelheid telefoontjes, klachten, datalekken en dergelijke die op dit moment zijn, dat die eerder correspondeert met het hoogste scenario dan met het laagste scenario en zelfs overtreffen? Ik zou dat niet durven zeggen. Ja. Ik geloof dat mevrouw Buitenweg buiten de microfoon zegt dat ze toch hecht aan die informatie en of die op een of andere manier haar kan bereiken. Maar dat lijkt me handig om in die brief mee te nemen waar de heer Van Nispen naar vroeg.
Mevrouw Puitweg. Ja, nou ja, dat gaat dan weer over... Dit heeft gewoon te maken met hoe het afgelopen jaar is gegaan. En ik denk dat dit gewoon voor ons ook echt van belang is. Want eerder is steeds gezegd van ja, we gaan, moeten niet te hard van stapel. Het moet allemaal ingroeien. Maar als we nu zien dat de cijfers eerder correspondeerden met het hoogste niveau dan lager, dan is dat voor ons een belangrijke informatie. En moet het ook feitelijk aanwezig zijn. En denk ik dat we deze informatie echt wel voor het zomerreces kunnen krijgen. Minister. Nou, het hoeft niet te wachten als het allemaal beschikbaar is tot de begroting. Maar dat is in ieder geval het moment waarop we het gaan bespreken. Het gaat ook om feitelijke informatie, dus dat kunnen we allemaal prima nagaan. Het punt dat ik steeds heb gebruikt is van ja, jongens, we zitten ook in een overgangsjaar. Dus wat zeggen nou de aantallen telefoontjes in het jaar dat de AVG ingaat? Ja, dat je dan heel veel telefoontjes hebt, vind ik eerlijk gezegd niet zo heel erg gek. Maar zegt dat ook wat voor wat de... autoriteit persoonsgegevens structureel kan verwachten. Zijn er wellicht efficiëntere manieren om met je communicatie om te gaan? Dus ook kijken naar slimmer, efficiënter werken. Dat zijn de vragen die ik steeds stel. Want anders wordt het een soort open einde regeling. En er zijn maar heel weinig organisaties in Nederland die op zo'n manier worden gefinancierd. Vraag ik toch even een verduidelijking voor de toezeggingenlijst, want mevrouw Buitenweg volgens mij expliciet van voldoen die cijfers nu aan het hoge scenario, of kunt u daar informatie over geven? En dat zou volgens mij wel voor de zomer moeten kunnen. Ik wil wel graag weten, de minister heeft al gezegd, die leveren we aan natuurlijk, welke termijn hij denkt die informatie te kunnen aanleveren. Ja, dat weet ik niet, want daar ben ik afhankelijk van de autoriteit persoonsgegevens. En ja, kijk, het lijkt mij dat we deze discussie hebben straks bij de miljoenennota en dan, dat het dan op tafel moet liggen. Mevrouw, ik vrees dat ik het daarmee zal moeten doen en als het kan inderdaad eerder. Maar ik vind het wel, nou ja, ik vind het van belang om dat wel een beetje ook reëel te zijn. Ik snap ook wel de overwegingen van de minister van... het moet geen open einde regeling zijn, maar ik wil ook gewoon feitelijk weten van klopt dit nou een beetje met een eerder scenario's en dat het dan vooral aan de hoge kant zit, want dat betekent natuurlijk ook iets aan de verantwoordelijkheid die wij uiteindelijk moeten nemen. Dus nou ja, dan is het zo snel mogelijk en in ieder geval ruim voor de miljoenen. Ik zorg dat u krijgt van mij die informatie voordat we de discussie hebben over het budget voor de komende jaren. Met alle kanttekeningen die ik er nu bij plaats, dat niet alleen maar het enige is waar we naar moeten kijken, dat er ook keuzes moeten worden gemaakt in de justitiebegroting of in de hele rijksbegroting. En dat we ook moeten vergelijken van hoe verhoudt het budget zich ten opzichte van andere autoriteiten in Europa. Wat zijn de mogelijkheden voor de autoriteit persoonsgegevens om het ook wat efficiënter te doen. Wat is eenmalige invoeringslast die je op je krijgt in zo'n eerste jaar. Ik vind zo'n eerste jaar wat dat betreft moeilijk representatief voor wat we kunnen verwachten op de langere termijn. Nou, ik kan het allemaal meenemen in die brief, dan heeft u in ieder geval de achtergrond. Dank u wel. Gaat u verder met uw betoog? Ja, dan kom ik bij horizontale privacy. Want we hebben het vandaag niet alleen maar over het AVG, maar en het toezicht daarop. Maar we trekken dat ook breder. En mevrouw Buitenweg die zei, ja, leuk horizontale privacy, maar vergeet je dan niet wat? Tuurlijk, verticale privacy is minstens zo belangrijk. Ze haalde daarbij zelf het voorbeeld aan van Siri. Ik kan daar nu niet te veel over zeggen, omdat dat ook onder de rechter is. Maar misschien wel wat over het algemene principe van wat kun je nou doen met algoritme als het gaat om het in kaart brengen van risicogroepen. En daar liggen inmiddels ook een aantal uitspraken, namelijk dat het maken van besluiten op geautomatiseerde profiling, in ieder geval zonder tussenkomst van menselijk handelen, niet mag. Als je nou kijkt naar sommige systemen die bestaan, die nemen geen besluiten op basis van kenmerken, maar die duiden waar zitten risico's. Zodat je vervolgens gerichter kunt kijken naar hoe je daarmee omgaat. Mevrouw Buitenweg. Maar dan komen we inderdaad wel op een belangrijk iets van wat is een besluit? Want als het besluit nou is
dat, zeg maar, dat op basis van een algoritme er ergens veel steviger iemand aan de tand gevoeld wordt over de financiële situatie. Dan dat wil nog niet zeggen dat een product niet toegekend wordt of een uitkering niet toegekend wordt. Maar het is wel degelijk een handeling van de overheid om bij de ene groep meer controle uit te oefenen dan bij de andere groep. En dat op zichzelf kan ook nog weer stigmatiserend of verzwarend werken. En mijn vraag aan de minister is, is dat een besluit wat dus niet volledig automatisch genomen kan worden, dat er bepaalde mensen, dat daar meer informatie van gevraagd wordt op basis van een algoritme, zonder tussenkomst dus van een menselijk handen. Minister. Formele antwoord is, dat is geen besluit. In de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, waarbij bestuursbesluiten ook altijd beroep en bezwaar alle mitsen maar. Dus dat is in die formele zin geen besluit. En dat is ook steeds de discussie die er natuurlijk is met bepaalde groeperingen die kritisch zijn op deze ontwikkelingen, waarvan ook van de kant van de overheid wordt gezegd, ja, maar dat wat we nu doen voor een deel geautomatiseerd, is dat heel veel anders dan dat er bijvoorbeeld op een koopavond hier in de Haagse Spuistraat meer politie op straat loopt dan op een donderdagochtend. En dat heeft niet alleen maar te maken met de hoeveelheid personen die er rondlopen, maar ook met het extra risico wat je hebt op een koopavond dat er meer gedoe is. Het maken van risicotaxaties en het werken met profilering en kijken waar zijn de risico groter in welke wijken, bij welke doelgroepen, et cetera, is ook iets dat wij deden voordat de computer werd uitgevonden, zou ik maar zeggen. Mevrouw Buitenweg. Maar mag nou bijvoorbeeld een bank meer vragen aan iemand omdat hij uit een bepaalde wijk komt, een bepaald postcode heeft? Mag daar gevraagd worden aan meer verantwoording? Omdat we namelijk weten dat in een bepaalde wijk er meer mensen in de schulden of wat dan ook zitten. Dat betekent, hè, want dan zegt de minister, ja, maar er is nog niet een besluit genomen over een hypotheek, want dat is een besluit wat bestuursrechtelijk allemaal hout snijdt. Maar het extra vragen aan mensen om zich te verantwoorden, daarvan zegt de minister, dat is geen besluit. Geldt dat nu alleen voor de overheid dat geen besluit is? Of geldt dat ook voor een bank? Mag een bank op basis van een postcode meer vragen aan de een dan aan de ander? Minister. We gaan twee dingen door elkaar halen, want ik heb het over overheidsbesluiten en over systemen die de overheid gebruikt. Het andere deel ziet op hoe private partijen omgaan. En als u een contract wil aangaan met uw bank, dan is uw bank ook in bepaalde mate vrij wanneer ze dat contract aangaan. In principe mag je daarbij niet discrimineren. Dus het mag niet zo zijn dat dus als u een gelijk geval bent in vergelijking met iemand anders, dat op basis van gezegd wordt, maar u woont in die straat, zeg maar wat, de verkeerde straat, dan kunt u bij ons geen klant worden. Dat mag niet. Er kunnen wel objectieve redenen zijn om een onderscheid te maken. Een bank of een verzekeraar mag een verzekering weigeren, omdat ze zeggen, ja, maar u heeft in het verleden wel heel veel aanrijdingen gehad. Of u heeft zich schuldig gemaakt aan een bepaald misdrijf, waardoor wij het risico te hoog vinden. Dat zijn andere grondslagen op basis waarvan je wel dat onderscheid mag maken. Dat is niet wat ik vroeg, meneer de voorzitter. Wel echt kort, want ik wil dit punt wel afronden. Want het wordt wel een grote hypothetische discussie op een gegeven moment. Nou, het is zeker geen hypothetische discussie. Het is vrij cruciaal. En de vraag is niet of iemand geen klant mag worden, want dat begrijp ik. Want dat is een besluit. En dat is een besluit waarbij ook inderdaad de Algemene Wet gelijke behandeling van toepassing is. Mag niet gediscrimineerd worden. Niet direct, niet indirect. Dus dat snap ik. Maar het gaat erom of je extra iets mag vragen. Een extra dat mensen extra zich verantwoorden, extra financieel allerlei gegevens overleggen. Dus voorafgaand aan het besluit, maar het vergt wel degelijk een extra handelen. En mag je onderscheid maken dat je van de een
meer verantwoording vraagt van de burger dan van de ander op basis van bijvoorbeeld een postcode. Minister. Ja, voorzitter, ook even kort terug. Volgens mij mag dat. Je mag alleen geen ongerechtvaardigd besluit nemen. En dat je zegt van ja, op dezelfde informatie nemen bij u een ander besluit en bij een ander. Maar als het gaat om de informatievergaring, vragen om het overleggen van documenten of informatie voordat er een contract wordt aangegaan, dan wordt dat in ieder geval niet belet door... Nee, en ook niet door door de AVG. Minister, volgt uw betoog. Horizontale privacy, breder dan alleen de AVG. Wij zeggen van als je daar werk van wil maken, dan vraagt dat meer in het risicobewustzijn van mensen. Dat is eigenlijk preventief, hè? Dus laat dan gewoon zien wat mensen weggeven als ze iedere keer op dat knopje drukken. Twee, zorg voor meer mogelijkheden en praktische leidraden. Wat kan je nou doen als je het gevoel hebt dat je belangen worden geschaad? Idee van zo'n privacywijzer, vergelijk dat maar met de consuwijzer. Waarin ook tips en adviezen staan, leidraden. Waar consumenten mee aan de slag kunnen. En op andere onderdelen is er meer nodig op het gebied van normering door de overheid. En de heer Van Gent zegt, ik vat het maar op als opbouwende kritiek, die zegt, hartstikke goed dat er een aantal dingen worden gedaan, maar waarom kosten een aantal dingen nou zoveel tijd? Nou, dat heeft er ook mee te maken dat een aantal dingen al veel verder zijn uitgekristalliseerd en op een aantal dingen gewoon ook meer tijd kosten. Strafbaarstelling, wraakporno was wel iets waar een hele lange tijd aan werd gewerkt en dat er in de pijplijn zat. Nou, dat is inmiddels voorgereden. Maar laat ik een ander voorbeeld geven wat hij aanhaalt. Als het gaat om bijvoorbeeld spyware, is dat een heel ander verhaal. En als je daar in wet en regelgeving wat zou willen doen, ja, dan komen er allerlei vragen op. Wanneer is er sprake van spyware? Is het effectief om dat te gaan reguleren? Wetende dat dat ook gewoon heel veel over de grens besteld wordt. En dus kun je het in Nederland wel verbieden, maar schiet je daarna heel veel mee op? Zou je dat niet Europees rechtelijk moeten doen? Vrij verkeer van goederen. Heeft het zin om in Nederland er een verbod op te leggen, terwijl je bij wijze van spreken over de grens wel kan halen? Stuk voor stuk vragen die wel iets meer denkwerk vragen. Niet een kwestie van even twee zinnetjes typen en dan heb je een wet. Hetzelfde geldt ook voor het ex parte verbod. Wij hebben een verkenning gedaan. Er komen niet heel veel landen tegen waarbij al een hele laagdrempelige mogelijkheid bestaat om ook niet strafbaar materiaal snel te laten verwijderen. Ik vind het idee heel erg goed. Het stond in de initiatiefnota van de collega van de heer Van Gent. De heer Van Nispen heeft het ook al een keer aangekaart. Maar dat vraagt dat wij nu gaan kijken, kunnen we leren van andere landen? Nou, antwoord daar is zeer beperkt tot nee. Nou, dan moeten we dat dus zelf gaan verzinnen. En dan kom je met allerlei vragen. Hoe groot is de doelgroep? Wat zou je precies willen reguleren? Wat kun je doen om bijvoorbeeld te achterhalen wie heeft dat nou uiteindelijk geplaatst, zodat het niet alleen snel verwijderd wordt, maar dat je slachtoffers ook de mogelijkheid biedt om eventueel schade te verhalen bij derde partijen? Nou, wat wij nu hebben gedaan, en ik zal er straks uitvoeriger bij u op terugkomen, dat er ook een burgerinitiatief op dit vlak ligt om internetpesten tegen te gaan. Ik geloof van Peter de Vries, waarbij eigenlijk hetzelfde mechanisme gebruikt zou kunnen worden om er wat tegen te doen. Hebben wij juridisch uitgepuzzeld waar zou je naar moeten kijken? Dus de vragen zijn, ja, die liggen eigenlijk op tafel. Wat er nu nodig is, is die vragen van een antwoord te voorzien en in te vullen. En ook dat vraagt gewoon weer tijd, want dit is echt pionierswerk. Dus hoe groot is de doelgroep? Zou je daar een gerechtelijke procedure van willen maken? Zou je het onder willen brengen bij een toezichthouder? En natuurlijk ook de hamvraag.
hoe gaan we het met z'n allen ook financieren? Wat kost het? Vragen we een eigen bijdrage van mensen? Is het kostendekkend? Of moet je uiteindelijk hier ook ruimte voor zoeken binnen de begroting? En dan is het ook weer de vraag van de wenselijkheid. Ben je bereid om dat met z'n allen te betalen? Nou, dat zijn al, om even aan te geven, de vragen waar wij nu tegenaan lopen, die wij van antwoorden willen voorzien. Dat willen we in het komend jaar ook echt in gang zetten. Zodat we in de loop van 2020 ook dat aan u kunnen voorschotelen, om ook die discussie iets beter geïnformeerd te kunnen voeren. Meneer Van Gent. Nou, mijn kritiek is altijd constructief bedoeld, bij deze. Nederland Pionier, nou goed, dat kost inderdaad meer tijd. Maar we zijn natuurlijk op meer terreinen zijn we graag gidsland. Ik interpreteer in ieder geval de antwoord van de minister zo dat hij wel de ambitie heeft om dit echt te harte te nemen en op te pakken. Minister. Absoluut. Absoluut. Ja. Maar om even een voorbeeld te laten zien, het ene kan snel en het andere vraagt echt gewoon meer uitzoekwerk. En daarom ook uw suggestie van zou je niet tot een soort brede wet horizontale privacy moeten komen. Ben ik niet onmiddellijk enthousiast over. Juist omdat als je dat wil doen, dan is dat een wet die heel lang op zich gaat laten wachten. Terwijl heel veel onderdelen nu al heel snel gedaan kunnen worden. Dus ik ben maar even praktisch. Een soort van aanpak van de verschillende snelheden. Wat nu kan, nu doen. Er staan een aantal voorbeelden in. Wat meer uitzoekwerk vraagt, dan hebben we iets meer tijd voor. Zodra het klaar is, kunnen we een discussie hebben. Willen we dit? Zo ja, kunnen we zorgen voor wetgeving. Meneer Van Ispen. Nou, mijn kritiek is ook altijd opbouwend en constructief. Maar ik heb toch ook wel op dit punt min of meer dezelfde vraag. Die initiatiefnota Koopmans, die hebben we een jaar geleden behandeld. Toen hebben we die motie ook aangenomen die de regering eigenlijk deze opdracht gaf. En nu een jaar later zijn we in de fase dat het ministerie zelf vragen heeft opgeworpen. Meestal stellen wij de vragen en dan zoekt u de antwoorden erbij. Maar nu heeft hij ook zelf de vragen opgeworpen en zijn die nog niet van een antwoord voorzien. Dus ik heb eigenlijk toch op dit punt wel de vraag, zou u nou het zomerreces kunnen gebruiken om nou ja, toch zoveel mogelijk van die antwoorden te verzamelen? En het toch zo kunnen versnellen dat de conceptwet op dit punt, ik snap wel, de verzamelwet lijkt me inderdaad minder gelukkig, maar de conceptwet op dit punt toch misschien eind van dit jaar al wel in consultatie kan gaan. Want in de loop van 2020 vind ik toch echt te vaag. Dan zou ik graag horen dat het januari 2020 wordt, maar wel ietsje meer urgentie en snelheid voor iets wat we een jaar geleden al als Kamer hebben besloten dat we dat moeten gaan doen. Minister. Ja, wij denken toch dat, en dat is al denk ik vrij ambitieus, dat we begin 2020 dat onderzoek klaar kunnen hebben. Daar zult u mee moeten doen, meneer Van Ispen. Minister, ik zie dat u nog best een stapel daar heeft liggen. Dus moet u misschien verzoeken om iets meer vaart te maken. Ik ga het over de klok. En ik zie ook dat een aantal van die dingen al beantwoord zijn. Dat scheelt ook. Mevrouw Buitenweg vroeg naar smart cities. Eén ding helder. Ook voor al deze initiatieven geldt gewoon de AVG. He, dus wat wij willen is bovenop de AVG zorgen dat dingen die mogen, maar die misschien niet wenselijk zijn, of waarvan je kunt zeggen, nou ja, als het lokaal bestuur erbij betrokken is, dan zou je extra informatie, extra transparantie vragen. Dat willen we graag regelen in die codegroep bestuur. En ja, daar zit dan ook de vraag in, hoe worden nou burgers, nou mensen die in die gebieden wandelen, op een goede manier geïnformeerd over wat er precies wordt verzameld en wat er precies mee wordt gedaan. Mevrouw Buitenweg, ook kort. En is de minister voorstander van een wifi-me-niet-register? Minister. Een wifi-me-niet-register. Ik moet altijd denken aan de keren dat er bij mij of bij vrienden van mij even geen wifi in het, en dat er dan de totale paniek toeslaat. Bij wifi me niet. Maar dit is iets waar ik toch nog even over na moet denken, wat daar precies onder wordt verstaan. Mevrouw Buitenweg. Het is natuurlijk een bel me niet, maar dan dat je niet getracked wil worden. En dan is de vraag, geldt zo'n wifi me niet register dan alleen, want dat wordt op dit moment ontwikkeld. Zou dat alleen voor bedrijven moeten gelden of ook voor bijvoorbeeld gemeenten? Minister. Laat deze ontwikkeling, laat ik die nou meenemen. Want ik kan me best voorstellen dat je zegt, nou ja, prima, het heeft zo zijn functie, die wifi-tracking. Maar als mensen nou dat echt gewoon niet willen, waarom zou je niet, net als bij een belmeniet-register, dat laten aanvinken? Dus als dat technisch kan, kan me voorstellen dat je zoiets meeneemt in het maken van goede afspraken. Ik zal dat bespreken met de clubs die hier mee aan de slag gaan. Ik zie ook nog een heel korte interruptie van die Van Ispen, die waarschijnlijk iets over wifi-tracking gaat vragen.
dat heeft hier natuurlijk mee te maken. Want de autoriteit persoonsgegevens die zei over wifi-tracking... er zijn vrijwel geen redenen die het volgen van winkelend publiek of reizigers rechtmatig maakt. En zo is het natuurlijk. Maar waarom kan het dan toch dat dat aan de orde van de dag is? En dat zoveel gemeenten er wel gebruik van maken? Dat begrijp ik dan niet. Wordt er dan niet gehandhaafd? Of vindt de minister dan dat het tijd is dat hij daar iets van zegt richting de gemeente? Dit is eigenlijk niet rechtmatig wat hier gebeurt. De minister. Nou, daar hebben we nou net een autoriteit voor. Maar dat zeg ik ook. Kijk, als de autoriteit zegt, kan niet, mag niet, dan moet ze handhaven en boete opleggen. Maar van een evidente praktijk waarvan... Sorry, voorzitter. Meneer Van Isper. Dank u, voorzitter. Maar van zo'n evident probleem waarvan al die gemeentes eigenlijk desondanks gewoon doorgaan. En moeten we nou echt al die gemeentes klachten gaan indienen? Moeten we nou echt al die... klachten behandeld worden, moeten al die gemeenteraden vragen stellen aan de gemeente van hou hier nou eens mee op, want het is toch duidelijk, er is al gezegd dat dit niet mag. Is dat nou inderdaad de efficiënte weg die de minister net ook zei in reactie op mijn vraag over het capaciteitsvraagstuk? Ben benieuwd. Minister. Nee, ik constateer alleen maar dat iedereen moet zich houden aan de wet. Dus ook waar sprake is van wifi-tracking en van allerlei andere smart city initiatieven, dan moet dat passen binnen de AVG. En als dat niet het geval is, dan kan de autoriteit persoonsgegevens langskomen en handhaven en beboeten. Dus u haalt nu een uitspraak aan, ik ken die uitspraak niet. Maar als dat zo is, dan zou ik tegen de AP zeggen, nou, dan moet je dat niet alleen maar roepen, maar dan moet je ook een keer je tanden laten zien. Hè? Ik bedoel, als we nou je budget verdubbelen, laat dan ook zien waarvoor we het hebben gedaan. Maar u moet niet aan mij vragen, is iets onrechtmatig of kunt u daar op ingrijpen? Daar hebben we nou voor bijna 20 miljoen straks een club voor die dat voor ons moet gaan doen. Ik kan mij wel voorstellen dat er soms, ook als het gaat om die Smart City, het is ook niet één ding, hè, er zitten allerlei, een soort paraplu, een soort verzameling van allerlei initiatieven op lokaal niveau. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat er dingen zijn die wel mogen, maar waarvan je toch kunt afvragen, moet je het willen? En ik vind dat lokale overheden dat gesprek aan moeten gaan. En dan moeten nadenken dat als het wel mag, en je het misschien ook wel wil, wat je dan doet naar je burgers om hen daarover te informeren. En wat je eventueel kan doen om te zeggen, ik wil daar geen onderdeel van zijn. Dat het eruit gaat, of dat je zegt, we gaan extra aandacht besteden aan mensen, informeren over wat er precies gebeurt en wat er met die gegevens wordt gedaan. Gaat u verder. Nou, kijk eens, voorzitter. De bodem is bereikt. Glorieus nieuws. Dank u. Dan gaan we verder met de tweede termijn van de zijde van de Kamer. Ik stel voor 2 minuten per fractie, bedoel ik. En dan geef ik gewoon weer gelijk het woord aan de heer Van Gent van de VVD-fractie. Ja, dank u wel, voorzitter. Minister, ook bedankt voor de antwoorden. Ik denk dat het in ieder geval een hele goede discussie was. Als het alleen maar hoe we naar de wet kijken, hoe we die interpreteren en hoe we er ook nu voor staan. En de VVD ziet wel degelijk ook vooruitgang, zeker in de bewustwording, maar we zijn toch wel iets minder optimistisch dan de minister was, in ieder geval van de stand van zaken. Wij zien nog steeds veel problemen en vooral bij kleine instellingen en MKB, dus wij denken dat daar nog een grote slag te maken is. En ik denk bijvoorbeeld ook aan de functionaris gegevensbescherming. Daar is het nog niet zoveel over gezegd, maar dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van die AVG. En bijvoorbeeld een kwaliteitssysteem zal daarin toch veel kunnen betekenen. Ik heb nog wel één concrete vraag ook. Er is ook de mogelijkheid tot het opstellen van gedragscodes, hè, bij instellingen en bedrijven. Dat is denk ik ook heel goed. Maar er is wat onduidelijkheid of dat op het moment dat je zo'n gedragscode hebt ingesteld, of dat dan ook automatisch zou moeten leiden dat je daarvoor een toezichthouder zou moeten hebben. Ik begreep dat daar in de wet wat discussie over was. Het is misschien wel handig als we daar duidelijkheid over kunnen scheppen. Nou ja, en ten aanzien van de horizontale privacy, ik wil graag de minister inspireren tot spoed en daadkracht, in navolging ook van mijn collega Van Nispe. Maar uiteraard nooit ten koste van de zorgvuldigheid. Maar we zijn dus hoopvol gestemd en we kijken vol verwachting. Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Buitenweg van de GroenLinks-fractie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, ik ben benieuwd ook naar de reactie van de minister op dat wifi menietenregister. Dus dat vind ik leuk dat hij daarna gaat kijken. Ik wil hem ook danken voor de toezegging dat hij jongeren wil gaan betrekken bij de vraag van, nou ja, of ook
De leeftijdsgrens in de AVG verlaagd moet worden. Ik ben nog wel benieuwd, maar ik snap ook dat daar nog even over nagedacht moet worden op welke wijze dat gaat doen. En dat hoor ik dan ook graag te zijner tijd. Het punt wat ik net zei over die algoritme. Stel je nou dat op basis van algoritme iemand met een postcode uit een rijke buurt makkelijk een hypotheek krijgt toegekend. En iemand uit een armere buurt, daar wordt veel meer informatie aangevraagd. Bijvoorbeeld dat iemand van de laatste 5 jaar zijn loonstrookjes moet gaan overgeven. Dan is de kans dat die laatste een hypotheek krijgt kleiner dan die van de eerste. En de vraag is, vindt de minister dat een probleem? Hij zegt in zijn brief, hij wil niet dat mensen op basis van een bepaald profiel van producten of diensten worden uitgesloten of daarvoor hogere prijzen moet betalen. Maar betekent het dat hij nu wel zegt, maar het mag wel moeilijker voor deze mensen worden om gebruik te kunnen maken van een product of een dienst. Dus dat is eigenlijk, en ik snap wel dat het er moeilijk is, maar voor mij is het wel vrij essentieel om hier wat meer inzicht in te krijgen. Dan was er nog één vraag niet beantwoord en dat ging over die collectieve actie. Waarbij ik het heel goed vind dat daar ook nu verder naar gekeken wordt. Maar ik me ook wel afvraag van op wat voor informatie kunnen groepen zich nu baseren. Want juist ook, je wilt toch ook wat meer inzicht hebben in die algoritmes. En welke stappen wil de minister daarvoor ook nemen? Want pas dan kan je natuurlijk weten of sprake is van directe, al dan niet indirecte vorm van onderscheid. Verboden onderscheid. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van Nispen van de SP-fractie. Allereerst over de fraudepreventie. Ik zal ook het woord zwarte lijst niet meer gebruiken. Maar de ondernemers die elkaar willen waarschuwen voor fraude. Op een zorgvuldige manier. Dat je natuurlijk van zo'n lijst af kan, et cetera. Naar al die waarborgen die allemaal al zijn bedacht. Kijk, we hebben het hier natuurlijk al wel jaren over. Er worden al heel lang pogingen gedaan om dit op een zorgvuldige manier vorm te geven. Maar het komt niet van de grond. En nou heeft tot mijn genoegen heeft de minister gezegd, ik wil hierbij meedenken en meehelpen. Want ik vind het een belang waar de minister voor in wil zetten om potentiële slachtoffers van fraude te beschermen te zorgen dat die fraude niet kan plaatsvinden. Maar als we hier al zo lang mee bezig zijn, is wel mijn vraag, wanneer kan de minister dat dan doen? We gaan hiermee toch hopelijk niet wachten op de evaluatie van de AVG. Want dit is nou juist iets waar die ondernemers en de mensen die hiermee bezig zijn een vergunning voor gaan aanvragen bij de autoriteit persoonsgegevens. Dus ik hoop echt dat de minister daar zich actief mee wil gaan bemoeien om te kijken hoe je dit op een juiste en zorgvuldige manier kan vormgeven. Dan over de capaciteit van de autoriteit persoonsgegevens. Ja, de autoriteit persoonsgegevens die moet beheerst groeien. Maar we weten dus nu uit die objectieven en scenario's die de minister dan nog niet kent, dat er een te krap budget is en dat de investeringen van de minister onvoldoende zijn om eigenlijk toe te groeien naar dat wat nodig is en wat we hier gezamenlijk hebben afgesproken. Ik vind het jammer. Ik hoop echt dat die brief duidelijkheid gaat geven en ook wat de minister dan voor ogen heeft, hoe dat wel kan. En ik roep echt de minister op om daar ruimhartig in te zijn, omdat ik denk dat we hier allemaal belang hechten aan die bescherming van de persoonsgegevens. En als de minister zegt, ik wil ook kijken hoe we dingen efficiënter kunnen aanpakken, dan ben ik wel een beetje verbaasd over het antwoord op de wifi-tracking. Ik vroeg namelijk niet, is het rechtmatig dat gemeentes burgers volgen aan de hand van wifi-tracking? Dat moet de autoriteit persoonsgegevens beoordelen. Maar als de AP heeft vastgesteld dat het in vrijwel geen enkel geval rechtmatig is dat gebeurt, en we constateren dat de overheid hier eigenlijk gewoon mee doorgaat, namelijk al die gemeentes, ja, dan is toch de vraag, is dat nou efficiënt en moeten we dan niet voor kiezen om dat aan banden te leggen? Misschien om te beginnen met een oproep aan de gemeentes om daarvan af te zien of op een andere wijze. Maar om nou te zeggen, laat dat dan allemaal maar door de autoriteit persoonsgegevens oplossen, dat vind ik merkwaardig. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van Dam van de fractie van het CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik dank de minister voor zijn antwoorden. Ik zal het even langslopen wat in tweede termijn mijn reacties zijn. In de eerste plaats over de cross-sectorale gegevensdeling. Datgene wat wij vroeger aanduiden met een bepaalde term waarvan ik blij ben dat de minister die niet meer zal gebruiken. Ik zal zeggen, ik vind het heel erg van belang dat maatschappelijke organisaties, maar ook vooral bedrijven, zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen om ook criminaliteit te bestrijden. Ik ben er absoluut niet van om mensen uit te sluiten, wat dan ook, maar ik vind dat we daar bedrijven de mogelijkheid voor moeten bieden. En ik heb er een beetje een hard hoofd in of dat gaat lukken. Maar wat ik zal doen, ik zal afwachten waar de minister, die vergunningaanvraag bij de AP loopt. En ik wacht af die wetgegevensdeling die eraan komt. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik dan zal proberen om met een amendement in die wet te proberen een wettelijke basis hiervoor te krijgen. Omdat ik namelijk vind dat het wel ook een hele grote politieke discussie is wat je op dit vlak doet. En ik vind het ook een beetje moeizaam dat we die dan op het bord van de AP neerzetten. Ik denk namelijk dat er ook politiek heel veel over te zeggen is.
Maar ik wacht dat af en dan is in ieder geval mijn routekaart helder daarover. Dan over Facebook en Google en dat soort dingen. Ik vind het heel erg van belang. Natuurlijk, ik onderschrijf volkomen hoe de verantwoordelijkheden liggen. Maar ik vind het ook van belang dat ik als Nederlandse Facebook-gebruiker en als volksvertegenwoordiger die, nou ja, Facebook, Google enzovoort, mensen, dat we weten hoe het zit. En ik vind de antwoorden van de minister op dat punt toch te afhoudend. In de zin van, ik vind best dat wij ook van Nederland aan Ierland moeten vragen, vertel eens, hoe geven jullie daar nou invulling aan? Net zoals andere landen, als hier grote bedrijven, ook aan ons mogen vragen, hoe doen jullie dat nou naar onze burgers toe? En daarom vraag ik daar een VAO op aan, om daar, tenzij, niet dat ik hier nou in een soort handel terecht wil komen, maar ik wil gewoon van dit kabinet weten hoe zij hun collega's in Ierland vragen, op een gewone nette, collegiale manier, leg nou eens uit aan ons hoe jullie invulling geven aan die enorm belangrijke taak, ook voor de burgers in Nederland. En een laatste vraag. Ik heb niet begrepen dat de minister bereid is, althans dat heeft hij niet toegezegd, om ook voor de Nederlandse situatie een overzicht te verstrekken welke grotere internationale bedrijven er nu zijn. Ik hoorde hem zeggen, ja, die zijn er. Ja, dat wist ik ook al. Maar ik vind het ook om ons beeld hier te hebben van de taken van de autoriteit persoonsgegevens, zou ik het bijzonder op prijs stellen als die lijst bij gelegenheid, het mag voor mij ook bij een volgend half jaar bericht, maar als daar een keer zicht op wordt gegeven om welke grote jongens het gaat, waar het AP mee te dienen heeft. Dank u wel. Dank u wel. En tot slot is het woord aan de heer Verhoeven van de fractie van D66. Ja, voorzitter. Door een stommiteit heb ik geen eerste termijn inbreng kunnen doen. Dat is helemaal teleurstellend, omdat ik ook namens het PvdA spreek tijdens dit AO. Maar ik ben blij dat ik nog in de tweede termijn een paar dingen neer kan leggen. Dus dank daarvoor. Ik sluit me aan bij alles wat gezegd is over de AVG, dat het goed werkt in Europees verband en je tanden laat zien aan de wereld. En dat het ook uitvoerbaar moet zijn voor kleinere organisaties. En sluit me ook aan bij de opmerking van onder andere van de heer Van Nispen over de capaciteit van de autoriteit persoonsgegevens en het belang van professioneel en goed toezicht met voldoende budget en capaciteit. Dus ik ben ook benieuwd naar de ontwikkelingen daar. Ik ben positief over de brief van de minister en zijn visie op digitalisering, technologie en het gevaar van privacy. Vond de richting naar vooral horizontale privacy wel weer wat teleurstellend, want ik vind verticale privacy gewoon belangrijker. En dan kom ik ook bij Facebook en Google. Ik had mijn inbreng willen doen over het punt dat de minister zelf ook maakte over het verzamelen van data door techreuzen en wat er vervolgens allemaal mee gebeurt. En dat is onder andere het profileren van mensen en daardoor allemaal gepersonaliseerde advertenties voorschotelen. En dat is echt het verdienmodel van die platforms geworden. En een aantal zaken leiden daardoor tot problemen, onder andere politieke advertenties. Mijn eerste vraag is, wordt daar nou door de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid, wordt daar nu gewerkt aan wetgeving over politieke advertenties? De tweede vraag is, er komen ook heel veel misleidende advertenties. Hoe zit het met de handhaving daarop? Bijvoorbeeld het verhaal van de AFM die over die bitcoin advertenties ging handhaven en de rol van de reclamecodecommissie. En het derde punt op dat gebied is, de AVG zegt dat je een dienst moet kunnen gebruiken zonder dat je gevolgd wordt. Dat betekent dus dat je op Facebook moet zijn zonder dat je gepersonaliseerde advertenties voorgeschoteld krijgt. Maar daar wordt niet op gehandhaafd. Terwijl de autoriteit persoonsgegevens zegt dat dat uit de AVG voortvloeit. Dus mijn vraag is of daar iets aan gedaan wordt op dit moment door het ministerie en of door de autoriteit persoonsgegevens. Omdat je eigenlijk dus gewoon geen gepersonaliseerde advertenties zou moeten kunnen krijgen. En dat is namelijk het hele verdienmodel van Facebook. En ik ben blij met het. Ik hoor dat de heer Van Dam een paar rare dingen gezegd heeft over D66 in de eerste termijn. Maar ik ben heel blij dat hij een VAO heeft aangevraagd. Want ook ik zou graag nog de mogelijkheid willen hebben om een Kameruitspraak te vragen. Onder andere over de punten die gemaakt zijn, misschien wel samen met SP en GroenLinks, over wifi-tracking en algoritmes. Maar ook over dit punt van de gepersonaliseerde advertenties. En voorzitter, u bent volgens mij zeer coulant geweest. Dank u wel. Volgens mij heeft de heer Van Dam slechts met respect over D66 gesproken. Maar hij wou graag een interruptie plegen, meende ik. Ja, ik heb daar overigens ook geen persoonsgegevens bij genoemd van betrokken personen, dan wel individuen die iets met D66 te maken hebben. Ja, slecht die organisatie. Nee, ik vroeg me af wat meneer Verhoeven, gelet op zijn opmerkingen over Facebook, en we noemen Facebook nu specifiek, maar er zijn andere techbedrijven die daar ook dingen in doen, over hoe die in het leven van mensen komen, al dan niet met specifieke advertenties, hoe die dat afzet tegen mijn pleidooi om hier in Nederland meer te weten van hoe nou de Ierse autoriteit persoonsgegevens controle uitoefent op Facebook. Want ik denk namelijk dat een heel veel van uw vragen ook in Ierland gerealiseerd moeten worden. Of ziet u dat anders? Meneer Verhoeven,
Voorzitter, dank voor die vraag. Ik heb ooit wel eens gezegd dat Ierland een soort preferred supplier is als toezichthouder voor Facebook. Omdat zij natuurlijk Facebook in hun grenzen hebben en dat de toezichthouder nog wel eens wat makkelijk richting Facebook is geweest. In het oogluikend toestaan van een aantal dingen vanwege de locatie van Facebook in Ierland. Ik vond de vraag in die zin dus heel terecht. Maar ik vond het antwoord van de minister ook wel goed. We hebben nu een AVG die in heel Europa geldt en die wordt zeg maar nageleefd door toezichthouders. Ik vind absoluut dat Nederland moet weten hoe het toezicht geregeld wordt. En als dat via de eerste toezichthouder loopt, dan vind ik de vraag van de heer Van Dam zeer terecht. Ik vind alleen dat we daarnaast ook onze eigen blik en ook onze eigen handhaving moeten hebben op een aantal zaken die wij onwenselijk vinden op het gebied van de manier waarop Facebook data gebruikt om geld te verdienen over de ruggen van onze consumenten. Dus ik ben heel benieuwd naar de antwoorden van de minister en ik ben ook heel benieuwd naar de eventuele motie. Van het CDA hierover. Maar wat mij betreft moet het absoluut zo zijn dat Facebook gehandhaafd wordt op alles wat niet binnen de AVG plaatsvindt. En de punten die ik gemaakt heb zouden hier wel eens buiten kunnen vallen. Met name dat punt over die gepersonaliseerde advertenties. Je moet op Facebook kunnen zijn zonder dat je gevolgd wordt volgens de AVG. Als dat niet kan, dan is de AVG dus op dat punt, zeg maar, dan wordt de AVG door Facebook op dat punt dus niet nageleefd. En daar moeten we dan dus wat mee. Meneer Van Dam? Nou ja, ik denk dat het zo is dat deze techbedrijven natuurlijk op meerdere punten beoordeeld kunnen worden. U noemde zelf al andere autoriteiten dan de autoriteit persoonsgegevens. En dan vraag ik me af, is nou in voldoende mate ook voor de Nederlandse burger helder, als het gaat om de dingen die hij of zij kan ervaren rond deze social media applicaties, wie de toezichthouder is op welke terreinen? Want als het gaat om de AVG heb ik heel goed van de minister begrepen. Nou, dan moet je je brief schrijven hier naar de Benoordenhoutseweg in Den Haag. En dan komt die uiteindelijk in Ierland uit. Maar dat geldt misschien voor andere aspecten die ook. Dan moet je misschien wel bij de autoriteit financiële markten zijn. Of de autoriteit, de weet ik wie. Ja. En ik vraag me af of dat nu voldoende helder is. En misschien dat we daar nog eens samen kunnen optrekken om dat in die motie dan ook te verwerken. Meneer Voelman. Nou, heel graag. En ook kort, kijk. Er zijn volgens mij een aantal aspecten. Allereerst politieke advertenties. Daarvan zegt Facebook nu zelf, de minister memoreerde het, dat de techbedrijven daar graag regels over willen. Die zijn er dus nog niet. Maar daar wordt wel over gesproken. En volgens mij is nu de afspraak die Facebook met zichzelf gemaakt heeft, dat ze in ieder geval in campagnetijd geen politieke advertenties meer plaatsen die onduidelijk zijn qua afzender en qua betaler. Dus dat zijn de politieke advertenties. Bij de misleidende advertenties had je afgelopen week het verhaal van de AFM, die volgens mij op instigatie van de reclamecodecommissie zijn gaan verzoeken om misleidende advertenties weg te halen. Volgens mij is het nu zo geregeld dat de reclamecodecommissie over misleidende advertenties gaat. Maar ik vind dat ze te weinig bevoegdheid hebben om snel te kunnen ingrijpen bij misleidende advertenties op Facebook. En dan heb je nog ten derde het punt wat ik net al noemde, de autoriteit persoonsgegevens en of de eerste toezichthouder. Gewoon de uitvoering van de AVG en gebruik kunnen maken van een dienst of platform zonder dat je gevolgd wordt via cookies en allerlei profileringstechnieken. Nou, dat zijn drie verschillende dingen waar drie verschillende spelers op zitten. Dus de heer Van Dam heeft in die zin gelijk dat het versnipperd is. Ook het toezicht is dus versnipperd en maakt het voor de burger lastiger om zichzelf daartegen te wapenen. En daar moeten we absoluut wat mee. Dank u wel. Ja. Meneer Van Dam, u heeft wel net een VO aangevraagd, dus dit kan ook daar eventueel verder besproken worden. Maar ik wil puur een ordevoorstel, want ik denk namelijk dat door de betrokkenheid van D66 in de Tweede Mijn, kan ik me voorstellen dat de minister een iets ruimere toezegging wil doen dan wat juist op dit punt het VO kan voorkomen. En dat sta ik zeer voor open, dat wou ik alleen nog zeggen. We gaan het merken. Ik schort voor ongeveer 5 minuten, laten we zeggen dat we om 4:12 verder gaan.
Wij gaan verder. Geldt ook voor meneer Van Nispen. Ja, onderwijsman, hè? Wij gaan verder aan het overleg, de tweede termijn van de zijde van de regering. Het woord is aan de minister voor rechtsbescherming. Ja, voorzitter, dank. Het is technische materie en dat vraagt af en toe even, ook aan deze kant van de tafel, wat uitzoekwerk en discussie. Er staan een paar vragen open. Ik hoop dat ik die nog goed kan beantwoorden. De eerste is, de heer Van Gent zegt, prima, er moet nog veel uittrilling aan de AVG, ben ik met hem eens. Er zijn ook echt nog wel een paar dingen, ook sectoraal in de relatie tussen bijvoorbeeld werkgevers en werknemers, waar we ook met sociale zaken om de tafel zitten. Dat is iets wat voornamelijk in sectorale wetgeving moet worden geregeld. Maar wat wel ook, nou ja, raakvlakken heeft met met de AVG. Ik weet dat mijn collega Van Ark daar heel druk mee bezig is. Voor een ander deel heeft dat echt direct betrekking op die AVG. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om die gedragscodes. Wij gingen er altijd van uit dat die gedragscode niet verplicht tot het aanstellen van een eigen toezichthouder. Althans, zo lezen wij de AVG. Nu is er een uitspraak geweest van het Europese Comité voor Gegevensbescherming. Die zegt, nou, wij vinden dat eigenlijk anders. Daar zijn we vervolgens aan gebonden. Dat is de manier waarop het werkt. Laat onverlet dat we natuurlijk straks bij een evaluatie, ook als we dat in Brussel weer gaan bespreken, dat we dit soort dingen op tafel kunnen leggen. Een verhelderende vraag van de heer Van Gent. Ja, ik kan me toch voorstellen, als dat dan inderdaad dan nu verplicht is vanwege die uitspraak, dat misschien bedrijven en instellingen weer terughoudend zijn bij het opstellen van het gedragscode. Dus of het allemaal zo wenselijk is dan de vraag. Ja, minister. Dat is precies het punt en dat is waarom ik die uitspraak jammer vind. Tegelijkertijd, in de checks en balances die zijn afgesproken, is het zo dat niet alleen de AP onafhankelijk is, maar ook deze, dit Europese coördinerend, die council. Dus als we dat dan straks weer anders moeten, dan moeten we daar de regelgeving weer op aanpassen. Dat is volgens mij de koninklijke weg. Mevrouw Buitenweg die vroeg nog, en dat is zo'n technisch ding, of tenminste een technisch ding, maar nu gaan we even heel hard in materie in. Over wanneer mag je onderscheid maken, wanneer mag je profileren, wanneer is er sprake van een besluit. En de AVG zegt, ook bij private partijen is er sprake van een besluit, artikel 22, als dat de betrokkenen in aannemelijke mate treft. Als dat het geval is, dan mag je niet profileren zonder menselijke tussenkomst. Dat is even het wettelijk kader van de AVG. Diezelfde AVG zegt niet zo vreselijk veel over wat je mag vragen in de aanloop naar een besluit. Voor mij is dat ook een kwestie die daarvoor een deel weer los van staat. Wat niet betekent dat dat volledig regelvrij is. Daar gelden natuurlijk ook allerlei wet- en regelgeving. Je mag bijvoorbeeld bij zorgverzekeringen niet vragen of iemand rookt of niet. Je mag dat niet laten meetellen in de vaststelling van je premie. Wat je weer wel mag, is bijvoorbeeld dat je zegt als telefoonmaatschappij, je zit in een gebied, iemand woont in een gebied waar heel veel wanbetalers zijn, dat je toch wel even nagaat of iemand voldoende in staat is om zijn rekeningen te betalen. Nou, dat is een beetje het gebied waar het in zit. De heer Van Nispen. Voor u overgaat, mevrouw Buitenweg, heeft hier nog een opmerking over. De vraag is ook wat wenselijk is, want inderdaad mag er nu op basis van postcode soms onderscheid worden gemaakt, omdat de Algemene Wet Gelijke Behandeling niet rijkdom en vermogen erkent als een grond om op basis daarvan een uitzondering te maken. Maar ik, dus dat klopt. Maar ik vraag ook gewoon aan wat de, als ik kijk naar, dan gaat het dus ook om een, dan kijk je het alleen naar de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Maar ik wil vragen ook aan de minister of hij nou vindt dat die algoritmes inderdaad dus wel onderscheid mogen maken op basis van vermogen. Want dat is uiteindelijk wat hij dus dan zegt, dat dus wel kan. Hij zegt dat kan, dat moet kunnen, omdat de Algemene Wet Gelijke Behandeling vermogen niet heeft opgenomen. Maar dat is dus dan de stelling van de minister, dat banken en verzekeringswezen
in hun algoritmes een onderscheid mogen maken op vermogen en op rijkdom. Dat vind ik best een stelling. Minister. Ja, het is een ethische discussie en ik zit ook een beetje zoeken, hè, want dan gaan we de casuïstiek in. Maar kijk, ik denk dat in het economisch verkeer vragen naar uiteindelijk de vermogenspositie van iemand, is iemand in staat om straks zijn rekeningen te betalen, niet een onterechte vraag is. Dus als u nu aan mij vraagt, mes op de keel, nou, dan zou ik zeggen dat zou moeten kunnen. Misschien dat er uitzonderingsposities zijn als we meer de diepte ingaan, maar ik vind het niet onterecht dat aan banken, verzekeraars, telefoonmaatschappijen, als het gaat om het afnemen van abonnementen, toch gezegd wordt, nou, je moet ook wel kunnen kijken of uiteindelijk iemand dat kan dragen. Afrondend, mevrouw Buitenweg. Maar dan gaat het om iets wat bewezen is. En het punt vaak natuurlijk bij die risicoprofielen is dat het op basis van je komt uit een armere buurt, helemaal niet of het op jou persoonlijk van toepassing is. Je kan misschien elke dag echt heel keurig je rekeningen betalen, maar op basis van het feit dat je uit een bepaalde buurt komt, kan er dan toch een onderscheid worden gemaakt via die algoritmes. Terwijl jij zelf persoonlijk niet voldoet aan een dat je niet een risicovol persoon bent. Dat vind ik problematisch. Minister. Ik begrijp, ik zie uw punt. En tegelijkertijd is dan het tegenargument, wat ik ernaast wil zetten, is dat aan jou wordt dan gevraagd om dat te overleggen. En als dan blijkt dat je helemaal geen betalingsproblemen hebt, dan is er niks aan de hand. En dan krijg je gewoon het abonnement of die hypotheek. Nog tenslotte echt als laatste, want het punt is dat er dus dan dat aan jou gevraagd wordt, terwijl iemand die dan in een rijke buurt is, die zich helemaal kapot snuift aan de cocaïne en geen cent meer heeft, dat niet gevraagd werd, terwijl diens feitelijke vermogen en de capaciteit om te betalen misschien beroerder was dan dat van iemand, een arm iemand of uit een armere wijk, maar dat toch op basis dus van de feit waarin in welke groep iemand zit, er dus een onderscheid maakt. Wat dus dan in mijn ogen ten onrecht is, omdat iemand die dus uit die rijkere buurt is, niet te maken krijgt met die check en dus eigenlijk wel makkelijk toegang heeft tot diensten. En ik vind dat dus een vorm van een onterecht onderscheid. Minister? Ja. Ik zie het punt. Ik zou zeggen, het is heel erg stom van die bank dat ze dat ook niet vragen bij die andere persoon. Want je wilt er ook weten of die in staat is om zijn rekeningen te betalen. Maar om nou een soort verbod te hebben op het stellen van vragen die in mijn ogen terecht zijn. Terechte vragen, kan iemand zijn rekening betalen als hij een hypotheek, zijn termijnen betalen als hij een hypotheek, of kan hij zijn rekening betalen als hij een telefoonabonnement neemt, vind ik niet onterechte vragen voor een bedrijf of een instantie. Meneer Verhoeven. Voorzitter, er wordt als aan sommige personen meer gevraagd om hetzelfde resultaat te bereiken. En dat is dus ongelijke behandeling. En ongelijke behandeling is dus discriminatie. Dus er is hier sprake van discriminatie. Want de ene groep moet meer doen dan de andere groep om hetzelfde resultaat te bereiken. Op basis van een voorspelling die gebaseerd wordt op een algoritme. Dit is een onderwerp waar we het al heel lang over gehad hebben. We hebben het hier over gehad bij het ministerie Justitie en Veiligheid. We hebben het bij Binnenlandse Zaken over dit onderwerp gehad. Ik heb begrepen dat er over 2 weken een brief komt naar verschillende moties uit de Kamer. Die allemaal zijn aangehouden in afwachting van een duidelijke brief van het kabinet over hoe we omgaan met het gebruik van algoritmes, in ieder geval bij de overheid en bij de semi-publieke organisaties. En de zeer terechte vragen van mevrouw Buitenweg gaan echt over een heel belangrijk onderdeel met betrekking tot deze vorm van geautomatiseerde besluitvorming. Dus ik voel hier wel echt dat we hier met elkaar over moeten spreken nadat die brief er is. Maar mijn vraag is dus wanneer die brief komt en hoe dat met het VAO zit. Want we kunnen niet elke keer dit onderwerp maar voor ons uit blijven schrijven. We hebben het hier een jaar geleden ook over gehad. Precies hetzelfde punt. En het gaat om het voorspellen op basis van data en de verwerking van die data via algoritmes. Die leidt tot consequenties en besluiten voor mensen die verschillend uitpakken. En dat is gewoon een vorm van discriminatie. En daar moeten we dus echt wel een kader voor hebben als landelijke overheid. Anders gebeurde er. Want vorige week stond op de NOS-site dat overal in gemeentes, overheidsinstanties, allemaal algoritmes worden gebruikt. Ik noem dat wildgroei zonder kader. Dat is heel gevaarlijk. Meneer Verhoeven, ja. Volgens mij was de concrete vraag, wanneer komt die brief, minister? Ja. De brief die komt voor 1 oktober. En dat is een brief samen met BZK, hè, vanuit ons. Ik weet niet over welke brief u het anders heeft, maar die komt voor 1 oktober. Maar dat gaat, althans, dat is een brief die gaat over het gebruik van algoritmes door overheden.
de vraag die mevrouw Buitenweg had, ging over private partijen. En wat er dan kan binnen een wettelijk kader. Meneer Verhoeven, liefst iets minder een betoog. Daar heeft u gelijk in. Excuus, voorzitter. Nee, ik had echt begrepen dat die brief voor het zomerreces zou komen. Dat is me ook herhaaldelijk beloofd door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Ik zou graag horen wat nou de precieze datum van die brief is. Als het na het zomerreces is, dan zal ik in ieder geval al mijn eerder ingediende motie van twee met mevrouw Buitenweg samen allemaal ter stemming brengen voor het zomerreces. Want dan heb ik echt als Kamerlid een jaar gewacht op een brief over dit onderwerp. En we hebben als Kamer herhaaldelijk vanuit de volle breedte hier aandacht voor gevraagd. En ik zie ook dat de minister, want het is niet een persoonlijke aanbod, dat hij ook dit punt ziet, maar dan moet er nu toch echt wat komen. Minister. Ik ben niet bij de gesprek geweest die de heer Verhoeven heeft gehad met mijn collega staatssecretaris. Wij weten niet anders dan dat het 1 oktober is. Ik kan u niet meer toezeggen en u staat vrij natuurlijk om allerlei moties in stemming te brengen. Dan stel ik voor dat u verder gaat met uw beantwoording. U had nog een tweede vraag, mevrouw Buitenweg. Nou, tenslotte, want de heer, de minister zegt heel terecht dat ik ook vroeg naar private partijen. Maar ik vraag niet alleen naar juridisch kader zoals het ook is, want ik weet dat vermogen niet in de algemene wet gelijke behandeling staat. Ik vraag ook gewoon aan wat ook de regering en het kabinet wenselijk vindt ten aanzien van discriminatie of indirecte discriminatie op basis van uiteindelijk vermogen. Dus het gaat niet alleen om het huidige juridisch kader, maar wat willen wij nou ook, wat voor een onderscheid dus wel mogelijk moet zijn op basis van die algoritmes en wat we ook gewoon eigenlijk onwenselijk vinden, omdat het een vorm van discriminatie is. Minister. Ja, u geeft er onmiddellijk vrij zware woorden aan. Ik vind het in kaart brengen van groepen waar extra risico's spelen, niet op voorhand discriminatie, als uiteindelijk de regels op basis waarvan je een besluit neemt, maar voor iedereen gelden. Ja, wacht even, mevrouw Buitenweg. Daar kunnen we van mening over verschillen. Op een gegeven moment moet je ook gewoon accepteren dat het antwoord van de regering het antwoord van de regering is. Maar het gaat erom dat het niet per se iemand is. Iemand woont ergens. Dat wil niet zeggen dat iemand zelf. Die wordt niet alleen maar. Dat is iemand die niet gedefinieerd wordt per se door zijn. Door het feit waar die woont. En dat vind ik dus precies het probleem. Is dat iemand wordt gezien als zijnde onderdeel van een fraudegevoelige groep. Of problematische groep op basis van waar iemand woont. En ik denk dat we echt die kant niet op willen. Minister. Ja, laat ik een voorbeeld geven. Ander voorbeeld, uit de private sector. De hoogte van uw motorrijtuigenverzekering hangt ook af van waar u woont. Omdat we weten dat in sommige delen van Nederland er vaker ongelukken gebeuren en vaker schade wordt gereden. Wat niet betekent dat u vaker schade rijdt, maar ja, u woont in een bepaald deel van Nederland waar dat vaker gebeurt. Ik vind dat er soms gerechtvaardigde redenen kunnen zijn waar ook een woonplaatsbeginsel wel degelijk bij dit soort dingen meetelt. Dus ik ben, nou goed, u merkt het al, ik ben iets minder rigoureus en rechtlijnig dan mevrouw Buitenweg. Ik wil ook echt kijken naar wanneer is het proportioneel, hoe weeg je dat tegen elkaar af. En ik kan me voorstellen dat je soms aan bepaalde mensen, omdat ze zich ergens begeven, omdat ze ergens wonen, omdat ze anderszins tot een doelgroep behoren, dat je daar extra vragen stelt. Als aan het einde van de rit maar heel duidelijk is dat de regels waarop je toetst niet discrimineren. En dat die regels hetzelfde moeten zijn of je nou in de Schilderswijk woont of in Benoordenhout. Gaat u verder met uw beantwoording. Ja, wifi-tracking. Ik denk dat we daar ook allebei iets anders tegen aankijken. Dit keer kwam de vraag, ik geloof, van de heer Van Nispen. Ook daar hangt dat maar helemaal af van hoe wifi-tracking wordt gebruikt en met welk doel. Het kan een inbreuk zijn in de privacy. Dan moet de autoriteit persoonsgegevens, wat mij betreft, ingrijpen en handhaven.
Maar dat is misschien niet overal het geval. Soms wordt wifi-tracking ook gebruikt, bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam, om te kijken in welke gebieden het heel erg druk is. Waarbij ook de gegevens niet herleidbaar zijn tot het individuniveau, maar op basis van het opvangen van signalen het gebruikt wordt voor crowd control. Nou, heb ik veel minder moeite mee. En met andere woorden, laten we niet alles over één kam scheren. We hebben een autoriteit persoonsgegevens die kan ingrijpen als het niet voldoet aan de AVG. En als ik dan dit soort dingen, ik weet niet waar het vandaan komt, waar u beweert hè, dat ze zeggen dat het niet kan of dat er geen voorbeelden zijn te bedenken waar dat rechtmatig is. Nou, dan zou ik de AP willen aanmoedigen om daar maar eens een keer zijn tanden te laten zien. Dan de... Toch misschien nog even stilstaan bij wat de heer Van Dam vroeg over autoriteiten. Ook om te zien of we een VAO kunnen voorkomen. Dat maakt niet uit. Ik ben altijd beschikbaar. Nee, dat hebben we gezien in de eerste termijn. We hebben het principe van dat de nationale autoriteit persoonsgegevens in de lead is als het gaat om het doen van onderzoek. Daar waar sprake is van grensoverschrijdende gegevensverstrekking, dan geldt het zogeheten coherentiemechanisme. Dus dat is een soort systematiek waarbij onderling tussen autoriteiten wordt afgestemd en mochten dan de verschillende autoriteiten het niet over eens worden, dan komt het uiteindelijk in de European Data Protection Board terecht. Binnen die afspraken zijn er ook mogelijkheden om bijstand te verlenen. Ik geloof dat dat in het geval van Ierland met Facebook gebeurt. Ik geloof ook dat er een zaak is rond Google, waar Ierland in de lead zou zijn en uiteindelijk is gezegd, vanwege de beperkte capaciteit brengen we dat over naar Frankrijk. Dan wordt uiteindelijk dat werk gedaan door de Franse autoriteiten. Persoonsgegevens. Dat is de manier hoe het werkt. Dan was de vraag van de heer Van Dam, ja, welke grote Nederlandse bedrijven is dan de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens in de lead? Dat zijn in beginsel de grote bedrijven die hier gevestigd zijn. En als we dan kijken naar bedrijven waar in ieder geval veel klachten over binnenkomen, dan gaat het over dingen als Netflix, over TomTom, hier dan nog een ander mooi voorbeeld. Uber hier natuurlijk gevestigd, ook onlangs beboet. Dus dat zijn de grote bedrijven waar dan onze nationale autoriteit in de lead is. Voor de helderheid, want volgens mij vroeg de heer Van Dam expliciet om een lijst. Is dit de lijst? Nou ja, ik zit te zoeken naar wat dan de heer Van Dam precies wil, want die wil een lijst met grote organisaties waar de autoriteit toezicht op houdt. En mijn antwoord daarop zou zijn, de autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op alle Nederlandse organisaties, groot en klein. En dat is een lange lijst. Zou u het iets kunnen specificeren, meneer Van Dam? Nou kijk, waar het mij om gaat is dat wij mede naar aanleiding van de wetsbehandeling en sowieso alle stukken die we hier nu hebben, een bepaald beeld hebben van welke activiteiten de autoriteit persoonsgegevens dient op te nemen van, in een heel breed palet. Waar ik zelf steeds meer achter kom is dat dit onderdeel, mede namens andere landen, eigenlijk ook on behalf of andere landen voor de hele EU die taak uitvoeren, dat is nogal een klus. En u noemt ook een aantal bedrijven waarvan ik denk, nou, dat is nogal niet wat. En ik wil meer inzicht hebben in dit onderdeel. En het gaat mij helemaal niet om een uitputtende lijst, maar ik zou wel, en het mag ook bij een volgende gelegenheid dat er bericht wordt, wil ik op dit punt gewoon meer beeld hebben over wat voor bedrijf het gaat. Het hoeft niet een uitputtende lijst te zijn. Er mag ook iemand begrijpen ook dat er iemand af kan en erbij kan, maar ik wil gewoon meer zicht op die taak hebben. Omdat ik ook vind dat wij in zekere zin een verantwoordelijkheid hebben als Nederland, ook naar die andere inwoners van Europa, dat we die klus goed doen en dat we bij wijze van spreken ook de autoriteit faciliteren om dat goed te kunnen doen. Dat is mijn achterliggende idee. Zal ik dan eens kijken? Ik heb sowieso die brief toegezegd van wat komt er nou allemaal op af. Waar mijn terughoudendheid ook in zit, ook bij het noemen van deze bedrijven, zit hem er ook in dat het feit dat er over een bedrijf wordt geklaagd niet onmiddellijk betekent dat
er sprake is van onrechtmatig handelen. Hè, dus wat naar buiten komt, is als de AP iemand op zijn vingers tikt en een boete uitdeelt. Dan is er onderzoek gedaan. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat de heer Van Dam zegt, ja, maar ik wil wel iets meer feeling krijgen bij naar wat voor soort organisaties doet nou de AP onderzoek. Nou, voor zover dat niet ook al staat in het jaarverslag van de AP, kan ik eens aan ze vragen of ze daar iets meer inzicht in willen geven. Gaat u verder. Dan zijn er nog een drietal specifieke vragen van de heer Verhoeven. Eén is, hoe zit het met die politieke advertenties? Dat is een onderwerp waar op dit moment BZK-onderzoek naartoe te bij u op terugkomt. Het gaat om die misleidende advertenties. Hebben we inderdaad de reclamecodecommissie die daar een oordeel over moet geven. Hoe het zit met vervolgens de verwijdering van die advertenties, zorgen dat het ook stopt. Kijk ik even naar rechts, is denk ik de AVM in de lied. Verwijdering van content. Oké. Okay. Specifieke vragen. Ik ga u daar schriftelijk op antwoorden. Want dit is niet. Er zijn wel heel veel organisaties die langs gaan. Drie is: hoe zit het met Facebook en de mogelijkheid dat je gebruik maakt van Facebook zonder persoonlijke. Dit raakt aan een grotere discussie over de uitleg van de AVG. Namelijk. In de AVG staan gronden als dat. Over noodzakelijk gebruik. En de vraag is of daar hier sprake van is. Sommigen zeggen, ja, dat voor het functioneren van Facebook is het noodzakelijk dat we bepaalde gegevens van jou vragen. Die kun je dus niet uitzetten. En als je dat niet wil, dan moet je maar geen gebruik maken van Facebook. Anderen zeggen, een beetje de meer strikte uitleg, nee. Nou, de uitleg die u zelf ook aanhaalde in uw inbreng. Ik denk dat het heel erg zinvol is als hier ook in Europa een keer een zaak over is, zodat er jurisprudentie ontstaat over hoe de AVG moet worden uitgelegd. Omdat er, nou, het gaat hier ook om voor een deel open normen, die ook op basis van uitspraken, casuïstiek, zullen moeten worden ingevuld. Voorzitter, daarmee kom ik tot mij. Ja. Dank u wel. Ja, er is een VOA gevraagd. Dat blijft volgens nog in stand. Dan ga ik. Dank u wel, minister. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit overleg. Er is een VOA aangevraagd met als eerste te spreken de heer Van Dam. Want die is degene die het heeft aangevraagd. Dus dat zal ingepland worden. Ik heb een aantal toezeggingen genoteerd. Waarbij ik van tevoren zeg dat de suggestie is gewekt dat een aantal toezeggingen in dezelfde brief zullen worden verwerkt. Maar of dat wel of niet gebeurt, dat laat ik aan de minister. Ik noteer alleen de toezeggingen, laat ik het zo zeggen. Eerst de minister zal nagaan of en door wie realistische scenario's zijn opgesteld. Dat gaat over de AP. En wat het voorziene groeipad is voor de autoriteit persoonsgegevens. En dat zal zijn voor de begrotingsbehandeling. Ja. Dan de minister zal de Kamer informeren over de cijfers met betrekking tot de werkzaamheden van de AP in relatie tot vooraf verwachte scenario's. Dat zal zo snel mogelijk zijn, maar in ieder geval voor de begrotingsbehandeling. Waarbij niet uit te sluiten is dat het in dezelfde brief komt in ieder geval. Dan de minister zal de Kamer informeren over de grote internationale bedrijven in Nederland waar de AP toezicht op houdt. Ook dat voor de begrotingsbehandeling. Dus dat kon best eens dezelfde brief zijn. Dat is de lijst van de heer Van Dam. En de minister informeert de Kamer over welke organisaties toezicht houden op misleidende advertenties. Bij wanneer gaan we dat krijgen? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, dat laatste is voor mij meer feitelijk uitzoek. Dat kan denk ik op korte termijn. 2 weken. Okay. 2 weken. Hebben we iets belangrijks gemist? Ik hoor geen niets in de microfoon, dus dan ga ik vanuit dat het niet zo is. En dan sluit ik daarbij deze vergadering met dank aan iedereen.